Aangename verrassing. Ik had mijn lieve dochter niet in het ouderlijk huis verwacht. Ach, ik had zoveel vuile was. Nou, en dan weet je het wel. Het draait al. Je bent vroeg thuis, Pups? Ja, ik had een lunch op de Russische ambassade. Oh, hallo. En die was pas om 3 uur afgelopen, dus ik dacht, nou, laat ik de rest van de middag maar vrij nemen. Goed zo. En geen files onderweg. Waar is je moeder? Naar Den Haag winkelen. Oh, dat gaat me het grote geld kosten. Nee, maar. Schitterend. Ja. Schitterend. Wat jullie op die academie toch niet allemaal voor elkaar prutsen. Het is niet te geloven. Een cadeautje voor jou, paps. Kan je op je kantoor zetten. Het heet Ministerie van Defensie. Is dit het Ministerie van Defensie? Ja, hoe vind je het? Nou, het heeft kop nog staart. Daarom heet het ook Ministerie van Defensie. Oh, nou, ik zal het maandagmorgen meenemen. Dan kan de minister het ook bewonderen. Uitstekend, want dit is hem. Wat? Dit vormeloze geval? Oh, maar je moet het symbolisch zien. Hoofd van het departement. Is dit zeker het bekende gat in de begroting? Je begrijpt er helemaal niets van. Want dit ben jij. Oh. Dankjewel. Zou een gewoon vierkant blok beton niet toepasselijker geweest zijn? Oh, jij zult ook nooit willen toegeven dat je dochter talent heeft, hè? Zolang ze dit soort dingen blijft produceren, ontken ik ooit een dochter gehad te hebben. Nou, ik kan wel merken dat je je volgestopt hebt met wodka en kaviaar. Kaviaar? Ja, bij die lunch op de Russische ambassade. Nou, was maar kaviaar geweest. Eigenaardige ideeën hebben die Russen. We kregen kruimige aardappels met kip en appelmoes. Oh. Hier, ik heb het tijdschrift ermee gebracht. Oh, wat leuk. Dankjewel, paps. Staan er een boodschap op dat ding? Nee. Zeg, ter ere waarvan was die lunch eigenlijk? Oh, eigenlijk meer iets voor jou dan voor mij. Een afscheidsfeestje voor het Moskous Ballet. Oh, dat is waar. Vandaag vliegen ze terug. Die vriendin van jou was er ook? Welke? Ah, die mooie lange met de blonde haar. Fabuleus figuur heeft ze. Je moeder kan er niet uitstaan. Sabine Sorelli. Ja. Ze heeft zelfs nog voor ons gedanst met die hele bekende Rus waar de kranten vol van staan. Hoe heet die nou ook weer? Je bedoelt Petrov? Petrov. Oh, was zeker geweldig, hè, paps? Hij is absoluut het einde. Ik weet niet. Ik heb het niet zo op die kerels in die majo's en dat gehups. Maar hij is werkelijk briljant. Gisteren, na de voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, zei Sabino dat ze nog nooit in haar leven zo gedanst had als met deze Petrovje. Oh, paps, hij is werkelijk super. Jammer dat dat heerschap niet eens goed naar de kapper gaat. Ja, maar wat heeft de lengte van zijn haar nou met goed dansen te maken? Nou, een heleboel. Als het nog langer wordt, dan struikelt hij erover en dan valt hij plat op zijn muil. Oh, paps, wat ben je toch weer burgerlijk. Je hebt naar de grootste balletdanser van de wereld gekeken. Ik kan jullie artistiekelingen niet goed volgen, hoor. Ik ga vissen. Ik ben vanavond laat pas terug. Nee. Je kunt helemaal niet gaan vissen. Waarom niet? Nou, Boobie komt vanmiddag. Boobie? Wie is Boobie nou weer? De Boobie Bus, mijn vriend. Of zoals je wilt, mijn verloofde. Ja, ja, ik heb hem speciaal voor jou uitgenodigd. Nou, je hoeft toch niet met mij te trouwen? Oh, wat ben jij toch een geflipt stuk vreten, paps. Zeg. Je hebt het tegen je vader. Jawel, maar ik heb hem nou al 6 keer af moeten zeggen. Ik ken die verloofden van jou. Ze lijken allemaal op elkaar. Slungelige stukken onbenul van 1,70 meter die krampachtig een piltje afhalen. Oh, paps, maar zo is Boobie niet. Zeg, het is toch niet ook zo'n langharige balletdanser, hè? Nee, paps, mijn definitieve keuze is niet op een jonge slungel gevallen, maar op een, en speciaal voor jou, paps, een ouder type. En hij is ambtenaar.
Nee, maar bewaar me, dat zijn de ergste. Oh. Toch hebben jullie een hele hoop gemeen. Hij is PS van de PPS van de MP. Oh, dat geeft niet, dat geneest wel. Paps! De PS van de PPS van de MP is best belangrijk. Oké, wat is de PS van de PPS van de MP? Privésecretaris van de parlementaire privésecretaris. Van de minister-president, ja. Oh, dus hij kent de minister-president? Nee, nee, nog niet. Ja, hij heeft die baan pas 6 maanden. Oh, paps. En ik moet bekennen, de PPS heeft hij ook nog nooit gezien. Nou goed, jij troont maar lekker met wie je wilt, schat. Okay. Ik ga vissen. Oh. Oei, oei. Juffrouw. Wat is er, Willems? Doe het maar weer rustig aan, Willems. Nou ben ik vergeten wat ik u wilde vertellen. Nou, laat het dan maar, hè. Ja, dat is goed, ja. Nee, ik weet het alweer. Oh. Zij is er. Wie? Nou, u weet wel, die vrouwelijke dame. Die met dat kom maar dichterbij figuur en die houdt toch maar afstand ogen. Wie? Nou, die vriendin van u, juffrouw Sorelli. Sabine? Ja. Oh. Ja, ze zit buiten in de auto. Nou, ze doet ontzettend geheimzinnig, hoor. Ze wou pas binnenkomen nadat ik gekeken had of u alleen was. Nou, laat haar gerust binnenkomen. Oh, als zij komt, dan komt er altijd narigheid. Hey! Ja, ja. Ze heeft ze wel alle 5, maar niet op een rijtje. Ze zegt tegen iedereen schattenwoud en in verschillende talen. Oh, maar dat doen alle theaterpersoonlijkheden. Oh ja? Ja. Nou, toen uw vader en ik nog in dienst waren, toen hadden wij een andere naam voor dat soort persoonlijkheden. Willems. Ja? Haal er nou maar. Oké. Maar uw moeilijkheden lost u zelf wel op, hoor. Ik ga terug naar mijn eigen woning. Nou, ik heb helemaal geen moeilijkheden. Oh nee? Nee. Nou, die komen vanzelf wel als juffrouw Sellery er is. Hey! Schattenbout. Hier, let op. Schattenbout. Heb je het gezien? Sabine! Excuses voor mijn gewaad. Ik had geen tijd om het te verkleden. Maar waarom heb je niet even gebeld? Psst. Laat jij ons even alleen, schattige schattenbout van me. Alsjeblieft, schattenbout. Als u hier komt, hè, dan komt er altijd narigheid. Wat bedoel je, snoezepoes? Wat bedoel je? Nooit vergeet ik het hoe u daar op mijn grasveld het Zwanenmeer stond te huppelen. 'S morgens om 4 uur. Ja, en of ik wilde of niet, ik moest mee zwanenmeren. Tot hier stonden we in de ochtendmist. En als zij dan zo'n slijding maakte, zo... Au! Willems! Dan had ik verdorie weer 5 minuten nodig om er terug te vinden. Waar zit u? Hier, schattenbouw. Nou, ga jij dan maar lekker een juweel van een pilsje kopen? Oh, nee. Nee, ik neem geen geld aan van een dame. Bol heeft. Moet u horen. Slechte gewoontes ken ik niet meer. Op mijn 21ste stopte ik met roken, op mijn 22ste met drinken en op mijn 23ste met gokken. En vrouwen? Wat dacht u? Ik ben nog geen 80. Oh, Sabine. Zeg, wat kom je in hemelsnaam doen? Paps heeft helemaal niet gezegd dat je zou komen. Om je vader weet het ook niet, schat. Oh. Waar is de goede man? Zich aan het verkleden. Hij gaat vissen. Schitterend. En je moeder? Een dagje winkelen. De goden zij dank. Ja, maar wat is er met je? Ik dacht dat jij wel op Schiphol zou staan om Petrovjen uit te wuiven en al die anderen. Ja, alle anderen wel. Hoe bedoel je? Oh, darling. Petrovjen is overgelopen naar het westen. Je bedoelt dat hij niet meer teruggaat naar Rusland? Precies, schattenbout. Ja, maar wanneer is dat allemaal gebeurd? Om meteen na ons optreden in de Russische ambassade. Oh, niet te geloven. Nee, kind. Nee, die arme jongen, hè, die werd innerlijk verscheurd bij het vooruitzicht weer naar Moskou terug te moeten. Nou, heel even waren die Russische functionarissen afgeleid. En toen heb ik... Jij? Ja, schattenbout. Maar hoe heb je hem dat geflikt? Om met de hulp van jouw vader. Heeft paps geholpen? Ja, hij weet het alleen niet. Nou snap ik er geen pest meer van.
Luister. Op dit moment zit Petrofje in de kofferbak van de auto van je vader. Nee, ja. Ja, ik wist niet wat ik met hem moest doen, schat. Het ging allemaal zo snel. Ja, we hadden namelijk niks voorbereid of zo. Nee, ik sleurde hem naar buiten door een zijdeur. En toen hoorde ik opeens mensen in het Russisch schreven. Nou, ik zag de auto van je vader. Dus ik deed alleen maar de kofferbak open. En Petrofje klom erin. Ja, en toen? Deed ik de kofferbak weer dicht. Oh! Ja, ja, en mijn auto stond ook bijna thuis. Dus dan ben ik zoals ik was naartoe gerend. Oh, kind, een bekijk zat ik had. Oh, nou, en toen ben ik snel hierheen gereden. Jij bent hartstikke gedikt. Oeh, schat, maar het is zo enig. Ja, dat weet ik. Maar wat moeten we nou doen? We? Ja, je hebt toch hulp nodig? Mon amour. Oh, Sabine. Zeg, die Petrofje, die zit nu in die achterbak te stikken. Oh, never mind. Ik heb daarnet nog even op de kofferbak geklopt en toen gaf hij nog geluid. Oh. Nanny! Vlug, de studeerkamer in. Als paps hier achterkomt, blijft hij erin. Wat was dat? Wat? Ik dacht dat ik een deur hoorde dichtslaan. Ja, dat was de voordeur. Dat was Willems. Willems? Nou, die gebruikt een duur luchtje tegenwoordig. 20 jaar hebben we samen gevaren, maar dat heb ik nog nooit gemerkt. Nou ja, als je moeder eerder terug is dan ik, zeg dan maar dat ze niet op me hoeft te wachten, hè. En laat de deur van de garage open, dan kan ik er zo weer in. Garage? Ja. Ga je met de auto? Ja, natuurlijk. Nee. Je moet naar het kanaal lopen, een beetje trimmen. Wat? 30 kilometer? Doe niet zo idioot. Nee, je moet niet met de auto gaan. Waarom niet? Nou, misschien doet hij het niet. Ach, natuurlijk doet hij het. Perfect zelfs. Daarnet zat er alleen een beetje rare bonk in de kofferruimte, maar voor de rest doet hij het prima. Nee. Je moet dat leuke vishoedje opzetten. Hoe kom je daar nou bij? Jawel, de zon brandt vreselijk. Tegen de tijd dat ik zit te vissen niet meer. Dan regent het waarschijnlijk, hè, paps. Zet dat leuke vishoedje nou op. Nou, vooruit maar. Ik lig geloof ik in mijn studeerkamer. Ja. Nee! Nee, in de keuken. Mijn vishoedje in de keuken? Echt waar? Nou, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Vlug al weg, wees. Wat goed van je, schat. Haal Petrofje uit de achterbak en breng hem naar het huisje van Willems. Ja, is dat wel verstandig, schat? Niet, Sanneke, vooruit. En zodra je in zijn huis bent, bel je mij op. En dan weet ik dat paps de auto kan pakken. Mon amour. Ik kan hem niet vinden. Wat was dat? Wat? Ik dacht dat ik weer een deur hoorde dichtslaan. Oh, alweer die Willems. Nou, dag lieve dochter, ik heb geen vishoedje nodig. Paps? Ja? Ik ben zo blij dat je gaat vissen. Je hebt je rust echt nodig. Ah, doet u niet zo verdreven. Ik werk voor de regering. Help je me even die stoel verzetten, wil je? Nou ja, zo kom ik toch nooit weg. Ach, dit is zo gebeurd. 1 minuutje. Zo. Nou, heel snel dan. Zo, alsjeblieft. Oh, paps. Ja, wat nou weer? Oh, en als er nou voor je gebeld wordt? Dan zeg je maar dat ik een uiterst belangrijk bericht zit te decoderen en dat ik niet gestoord mag worden. En anders dan spreek je het maar in op de bank. Oh, doet hij het wel? Ja, natuurlijk. Ja, maar als het nou de minister-president zelf is? Die kun je gewoon zeggen dat ik zit te vissen. Dag. Paps. Ja. Ben ik wel veilig hier zo alleen? Nou, daar heb je anders nog nooit druk om gemaakt. Nee, maar ik ben nu wel wat ouder. Dan neemt het gevaar met de dag af, hè, je? Oh, paps! Ja. Paps, heb je nou echt alles? Ja. Je wormen? Ja. Je leefnet? Ja. Ja. Mooi. Dag, paps, ga maar gauw. Wie was dat? Oh, niemand. Oh, natuurlijk, ik bedoel... Oh, iemand van de PTT? Oh, zouden ze dan eindelijk mijn directe lijn met het katshuis gerepareerd hebben? Die was zo dood als een pier. Nee hoor, het was gewoon de een of andere sukkel die niet wist wat hij zat te doen. Mijn directe chef natuurlijk. Ja! Juffrouw Nanny. Ja, wat is er, Willems? Ik wil juffrouw Nanny spreken. Dag, paps. Dag, schat. Vreemd. Dag, paps. Zeg, nou moet u eens even goed aan me luisteren. Doe ik. Die geschifte dame, die heeft
Die heeft een Russische dansvent mijn huis binnengelopen. Oh, maar dat is in orde, Willems. Nee, dat is helemaal niet in orde. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja, maar... Ik wil niks doen wat mijn pensioen in gevaar brengt. Oké, maar ze brengt hem over een minuutje hierheen. Oh, mooi. Ja. Uitstekend. Hoe eerder, hoe beter, want mijn huis is geen politiek asiel. Je vader is weg. Is het hier veilig? Ja. Deze kant op, schat. Wauw! Legt u het daar maar neer. Is hij niet goddelijk? Ja. Het is een grote eer u te ontmoeten. Dag. Oh, nou. Ja? Hij spreekt alleen maar Russisch. Oh. En een paar woordjes Duits. Kameraad Yuri Petrovjen, Nanny Snijders. Большое спасибо. Вы очень любит. Nou ja. Wat zei die? Nou, het klonk wel sexy. Ja, mijn Russisch is minimaal. Maar het was vast en zeker complimenteus, nietwaar? Ja. Hier, feilig. Safe. Nanny, feilig. Zeg, u laat die vent toch niet hier blijven, hè? Maar natuurlijk wel. U bent al even van dit en Marseille. En jij bent onze medeplichtige. Oh nee, ik wil helemaal niet medeplichtig zijn. Haal die mafketel eraf. Vlug, breng hem naar de zolder. En dan moet hij voorlopig blijven. Ja, later, boven, zolder. Nee! Jij naar oben. Oh, Sabine. En hou hem in godsnaam van de ramen vandaan. Nou zeg, ik ga terug naar mijn tuin, hoor. Nee, Willems, want misschien heb ik je wel nodig. Ik kom eraan. Nou ja, als u me nodig hebt, dan ben ik in de tuin de rozen aan bemesten. Ja. Kom, Nathan, je was mos nou ja. Wat is er aan de hand? Ik heb niet het vrouwste benul. Kom, Nathan, dan heb je goed malen, Kaja. Jij naar boven. Jut, dan kom, Nathan, dan heb je goed ootje malen, Kaja. De kamer is waarschijnlijk te klein. Ja, hij heeft wel meter, ik wil ruimte nodig, schat. Maar waarvoor? Dansje wat? Kom, Natje. Shaki paproba, wat? Majarabjesni. 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 Ja, kalm maar. Hij is braaf. Zeg, Bobby, ja? Weet je dat ik helemaal vergeten was dat je zou komen? Nou, dat klinkt niet zo leuk voor mij. Wacht eventjes, hè. Alaaf. Bobby, hallo. Hallo. Naar boven, jij. Ach, nee, nou begreep ik het, ja. Ja, hij is balletdanser. Je heeft natuurlijk iets met sardine te maken, hè. Oh, Bobby, ja, schat. Ja, mooi. Zeg maar, ik begrijp er niet zoveel van, hè, want ik stond daar buiten en ik hoorde jullie heel duidelijk hier praten, maar ik stond maar te bonken en te bonken. Dat is hier, junior. Alles in orde. Ik, hij, ja. Wij zijn vrienden. Wat is dat? Hij, Tovaric. Wat ben ik, een Tovaric? Oh, Tovaric. Gadverdamme. Deze vlegel die spreekt zoiets als Roemeens of Tsjechisch? Nee, Russisch. Oh ja? Ja. Hoe dat zo? Omdat hij geen Hollands spreekt, schat. Gastarbeider, ja. Zoiets dergelijks, ja. Zeg nou. Ja? We zullen hem iets moeten vertellen. Mij vertellen? Ja, wat nou vertellen? Bedoel, wat doet deze wat overenthousiaste vreemdeling hier? Nee. Bobby, luister. Ja. Vorige week, hè, toen zijn wij met z'n tweetjes naar het Russisch ballet geweest. Denk je er niet van. Nee, luister nou even. Komt er geen bal? Luister nou even. Ja, lief, nou, denk nou eens even heel goed na over die avond. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Alleen het dinertje van tevoren vond ik een beetje leuk. Want het ballet zelf was aan mij niet besteed. Al die springerige mannen met die broeken aan. Ja, je ziet zoveel, hè. En dan die Petrovje, wat een verwaande boos. Niet nog eens, hè? En nog nat ook. Wat
deze Piegem hier? Deze Piegem wil niet meer terug. Niet meer terug? Oh, geen kaartje? Ja, schat. Hij heeft Rusland voor altijd vaarwel gezegd. Maar hoe komt hij dan hier? Oh, paps, die heeft hem meegenomen. Zonder dat hij het wist. Ik heb hem uit de Russische ambassade gesmokkeld in de auto van haar vader. Ja, ja. Jongelui, weet jullie wel wat dit te betekenen kan hebben? Oh nee, schat, we zijn maar amateurs. Dit zou regelrecht tot een internationaal incident kunnen leiden. Deze jonge man heeft artistieke vrijheid nodig. Deze jonge man heeft een pak rammen onder die panty van hem nodig. Maar wat, iedereen zal hem op het ogenblik aan het zoeken zijn. De BVD, zeer zeker de Russische ambassade. Oh, ga door. En dan komt het in de krant, dan komt het op de radio. Wacht eens even, de radio, ja, maar, het is half vier. Betekent persoonlijke vrijheid dan helemaal niets voor je? Zie niet, Julia. Hey, even rustig en dan luisteren. Ik vind dat iedereen het recht heeft om te gaan en te staan. Waar hij wil. Juist, te gaan waar hij wil. Ga er maar vandoor. Ja, en jij ook alsjeblieft. Jij hebt er trouwens helemaal niets mee te maken. Nou, dat had je gedacht. Ik ben je aanstaande. En ik wil niet dat jij betrokken wordt. Ja, met alle respect. Maar dat je betrokken wordt in dat artistieke gedoe van Sabine. Zie nu, Junior. Eventjes je hoofd dicht, hè? Hij begrijpt er niets van. Begrijp je het niet? Komski, dichtski! Tot de koren. De minister-president heeft vandaag in Den Haag meegedeeld dat het klimaat voor de komende topconferentie zeer gunstig kan worden genoemd. Daar weet ik van, want ik kom er net vandaan. Vanmiddag is op Schiphol verwarring ontstaan toen het Moskouse ballet na een tournee door Nederland klaar stond voor de terugreis en hun sterdanser, Yuri Petrovian, ontbrak. Het vertrek van de groep is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zei ik het niet uitgesteld? De Nederlandse ballerina Sabine Zorelli, met wie Petrovian de afgelopen dagen veelvuldig is opgetreden, was niet bereikbaar voor commentaar. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. Welke variatie, Annie? Even stil, hè. Nan, kan hij niet beter even naar boven gaan? Dan kunnen we dit eens even rustig bespreken. Oh ja. Jij naar boven. Yes, upstairs. Jut. Naar boven, schattenbout. Jut. Het zakkerietspoeg niet uit. Weet jij wat het betekent? Sakrietboek. Nee, doe dat, hè? Ik zoek het wel even op. Ik heb een woordenboek. Sakrietboek, lieve. Nou, ik denk dat het betekent ik hou van Holland. Hè. Dat is allemaal erg leuk en meegenomen. En toch eventjes naar boven met je versnijders. Dat is goed voor 5 minuutjes maar, hè? Oei. Kalm aan, jongeman. Kalm aan, hè? Zeg, hoe zeg je 1 ding tegelijk in het Russisch? Hey, knabbel niet zo aan mijn verloofde, wil je? Oh. Is hij altijd zo, Sabine? Oh, hij is ongelooflijk lief. Ja, ik zie je typische Rus. Gelooft nog steeds in gelijke beloning voor iedereen, hè? Kijk eens even hier. Naar boven jij. Nee! Naar boven jij. Jut. Oh. Dat is het enige wat ik van de jongen hoor. Jut. Dat betekent nee. Ja, ik spreek Russisch. Oh. Ja. Klaustrophobia. Is dat nou Nederlands? Klaustrophobia? Klaustrofobie? Huh? Hij krijgt klaustrofobie op zolder. Ja, hij is ontzettend gevoelig. Ja, maar jongeman, nee. dat hindert niet, hè? Maar jij toch, kijk eens hier, naar boven, hè? Jut, klaustrophobia. Jij naar Siberië. Jut! Zo doe je dat, hè? Maar ja, jongens, nou even ernstig. Wat gaan we doen? Sabine, jij kunt het beste even naar boven gaan en dan iets van mij aantrekken. Dank je, schat. Ja. En dan zet ik een juweel van een kopje thee. Maar laat dan alsjeblieft die thee zitten, hè? Oh, boefie, je bent het. Ja, ik ken het. Ja, schat, bedankt hoor, dat je zo volledig inzet voor deze zaak. Ik volledig inzet? Maar ik zet me helemaal niet in. Dit is waanzin, dan. Oh, schat, je hebt nog niet eens goed hallo gezegd. Ja, hallo, dit is waanzin, dan. Wat moeten we nou met hem? Geen idee, wat stel jij voor? Ik stel helemaal niks voor. Ik ben hier alleen maar om mijn toekomstige schoonvader een handje te geven. Hallo, ouwe peer, hoe maak je het? Ja. In dat geval, paps is pas laat thuis. Dag, schat. Ben je nou boos? Niet boos, maar verdrietig. Ja, maar luister, dat zou heel wat anders zijn als je naar binnenlandse zaken was gevlucht of naar een of andere officiële instantie. Nou, je hoeft hier niet mee te bemoeien als je niet wilt. Luister nou, weet je wat met je vader gedaan heeft? Die heeft hem hierheen gesmokkeld, hoor je dat? Gesmokkeld vanuit de Russische ambassade. Als jij niet wilt helpen. Natuurlijk wil ik je wel helpen. Oh, nee, schat. Nee, maar dat moet je niet verkeerd begrijpen. Nou, dag, schat. Nou, dit is toch je reinste chantage? Ja. Ja, maar weet je wel wat je mee wilt laten doen, mee? Een PS van de PPS van de MP, hè? Hm?
Oh, schat. Ik zou het je toch niet vragen als ik niet van je hield, hè? Luister, het is duidelijk dat hij alleen maar hier is om zich te verkleden, wat te eten. Ja. Heb jij nou een suggestie waar hij naartoe kan? Nee, was maar waar. Het liefste zag ik hem verdwijnen naar een of ander onbewoond eiland. Hup en weg. Ja, weg. Natuurlijk. Wat? Ja, Texel? Nee. Vlieland is veel beter. Oh, Bobby. Oh, wat ben je toch weer slim, hè? Jij bedoelt dat hij daar kan onderduiken? Nou, en dan weer terug kan komen als de boel gesust is. Ja. En jij gaat ons daarbij helpen. Nee, maar dan kan ik toch in de bak terechtkomen? Dan zal ik toch van je blijven houden? Ja, daar heb ik wat aan. Mag ik daar misschien wel 10 jaar op knappen in de Bijlmer Baaiers? Oh, Bobby. Oh, ja. Het was heel aardig, vinden jullie niet? Oh, ja. Zeg, Sabine, Bobby gaat ons helpen Petrofje naar Vlieland te krijgen. Nee, dat moet je niet zo... Zeg het maar, schat. We zijn helemaal in je overgeleven. Nou, luister. En nu? Ga ik een little cup of tea produceren? Ja, doe dat maar. Maar dan luister, ik heb niet gezegd dat ik daadwerkelijk zou helpen. Hè? Maar dat weet ik toch. Ja. Maar jij bent zo dapper. Hé! Hey! Daar hebben we nu geen tijd voor, hoor. Er is daar net een taxi gestopt en daar komt een vent uit en die komt hier naartoe. Zie je nou wel? Oh. Daar heb je het gedonde nou wel. Wat doet die hier? Oh, dat is Bobby Bus. Met hem ga ik trouwen. Oh, mooi. Uitstekend. Ik wil me even voorstellen. Dag meneer. Ja. Zeg, hij is nu natuurlijk ook medeplichtig. Nee. Rustig blijven! Geen paniek, rustig! Ja, nog snel, de schöne! In deine Hofko-zakje, hippie! Hoe zorgen ze dat dit daar wegkomt weer als afzijn? Doe me net of je het niet begrijpt. Ja, niet begrijpen. Doe me of je oud en doof bent. Hè? Juist! Middag. Dat klopt. Ik stond al uren te kloppen. Nou, dat heeft geen enkele zin, hoor. Want ze wonen hier niet. Ik moet de heer Snijders spreken. Hè? Maar... De heer Snijders, commandant Terzee, waar is hij? Weg. Oh ja? Oh ja. Ik wacht wel. Hè? Ik wacht wel? Waarop? Tot de commandant terug is. Ja? Zeg maar, u kunt hier niet wachten, hoor. Dat kan ik wis en waarachtig wel. Oh. Dit is hoogst noodzakelijk. Kans, ga direct naar de gevangenis. Ga niet door starten. Veiligheidsdienst. Oh, juist, ja. Veiligheidsdienst? Hoe lang blijft de commandant weg? Dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Ik zal het even voor u proberen uit te vissen. Meneer. Maar u blijft hier wachten? Ja. Oh, heren, nog en toe wat een toffe element. Moderne kunst. Ja, hoor. Ik kan niet meer. Oh, jee. We hebben nu geen tijd voor spelletjes. Hey! Ik heb een dringende boodschap voor commandant Snijders. Veiligheidsdienst. Oelala. Ik bedoel... Oelala. Hij is er op dit moment niet. Dat dacht ik al. Mag ik vragen wie u bent, mevrouw? Hm? Ja, natuurlijk, schat. Ik ben mevrouw Snijders. De vrouw van de commandant. De vrouw van de commandant. Enig, hè? Ja. Zal ik zeggen dat u geweest bent? Ik wacht tot u terugkomt. U kunt een boodschap achterlaten. Nee, ik wacht. Dit is van vitaal belang. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, maar... Ja. Weet u zeker dat u hier blijft wachten? Ja. Ja? Ja. Daar was ik al bang voor. Wat ik zeggen wou... Heeft u de commandant al eens eerder gezien? Nee. Nee? Nee. Oh, in dat geval zal de commandant u nu ontvangen. Ah, nee. Nee.
Ga meneer opwachten, Willems! In orde! Hey! Wel, wij hebben samen de oorlog doorgemaakt vandaag. Ja, ja, ja. Dag meneer, welkom! Er staat nogal wat deining vandaag, hè? Ja. Let maar niet op mij, hè? Ik ben niet helemaal mijn goeie doen. Mijn naam is De Laat. Geef niet beter te laat dan nooit. Is een goeie, hè? Ja, dat soort grappen die schud ik nou zo uit de mouw, hè? Ja, ik weet nog een leuke grap. Ik weet zelfs een schuine bak voor je. Wil jij nou eens een echte, onvervalste schuine bak horen? Is een afwasstijltje op een helling. Schuine bak. Commandant. En een afwasstijltje is een bak. Commandant, kan ik u even alleen spreken? Alleen? Ja, dit is zelfs niet geschikt voor de oren van uw vrouw. Oh ja, nee, ik begrijp het al. U hebt natuurlijk ook nog een schuine bak in petto, hè? Vertel maar op, hoor. Ja. Ik moet erop aandringen, commandant, dat uw vrouw ons alleen laat. En mijn vrouw? Ja. Ik ga al, mijn allerliefste schat. Ik ben je vrouw, stomme heikneuter. Dat is mijn vrouw, stomme heikneuter, hè? Ja. De zee heeft ons zo lang gescheiden en dan vergeet je dat wel eens, hè? Ik verhoog je huishoudgeld met 6.25%. Dat is modaal. Oh, schat! Nee. Kan ik iets lekkers in de keuken maken? Nee, dankjewel. Ik was net thee aan het zetten. Thee, meneer De Laat? Nee, dank u. En mijn noeste zeebonk? Thee? Nou, om een beetje af te koelen. deel de ranzoenen maar uit! Ja, let maar niet op dat schipperslatijn van mij. En vooruit terug naar je kombuis. Koksmaat! Zo, meneer De Laat, hè? Vertel eens eventjes wat u op de lever ligt, dan kunt u de anker lichten en op volle kracht de haven weer uitstomen. Hè? Kleinzoon van Michiel, Adriaanzoon de Ruiter. Heeft u zin in een oorlamp? Nee, dank u wel. Heeft er geen bezwaar tegen dat ik er zelf wel eentje neem? Dan kunnen we tot de zaak komen, commandant. Ah, maar natuurlijk, hè. Gezondheid. Hey! Kloos erop, op jou! Ik heb een paar probleempjes bij ons daarboven in het kraaiennest. En een of andere onverlaat die heeft hier een patrijsbord open laten staan. Hè? Commandant, vanmiddag op het binnenhof woedde nogal een merkwaardige wind. Ja, dat zie ik aan uw haar. Gelukkig werd niet gesuggereerd dat ik daarvoor verantwoordelijk was. Mm-hmm. Maar de minister was verduiveld kwaad over iets wat gebeurd was op de Russische ambassade. Ja. U weet ervan? Nee. De minister heeft u een P1 gestuurd. Had ik niet over te doen. Nee, vind ik fideel vallen. Vind ik een P1. De aanduiding voor uiterst geheime informatie. Geheim? Ja, hij had liever persoonlijk contact met u opgenomen. Maar zijn directe lijn met u schijnt gestoord te zijn, alstublieft. Hey, dank u. Dit kun je mee terugnemen. Zo. En kijk eens even hier. Dat kan ook nog wel eens een keertje te pas komen bij een beetje woelige zee, hè? Boy. In een blauw geruite kiel. Ik kan dat niet lezen, nou ben ik de piel. Hoi, hoi, Ja, maar dat is toch belachelijk, meneer. Dat is toch belachelijk. Het komt toch staat aan. Ja, u moet het decoderen. Decoderen? Het is een ABN-4. Oh ja, een ABN-4. Een ABN-4, maar dan een code natuurlijk. Ach, natuurlijk. Ik begrijp dat natuurlijk een ABN in code. Dus eigenlijk een verkorte versie van de AMRO-bank. Goeie reis terug en de groet aan de postgier. Commandant, u bent toch wel bekend met de PE-procedure? Ja, zeer intiem zelfs. Zeer intiem, hè. En daarom pas nadat u weg bent, hè. Want kijk eens, decoderen is toch iets wat je voor jezelf een klein beetje privé houdt, hè. Al noemden wij dat vroeger wel anders. De P1-procedure, commandant. Begrijp ik. U decodeert het bericht. Zal ik doen. Bestudeert het. Zonder mankeren. Vernietigt het. Zal gebeuren. Antwoord dan met de... Hier, u heeft het codeboek. Ja. Achter slot en ja. Los erop!
We houden het droog, hè. Meneer de Raad, als u dan eventjes een klein wandelingetje gaat maken in de tuin, en dan zal ik mij storten op het decoderen. Ja, maar de tijd dringt, meneer. Ja, maar ik heb het toch uitgevogeld voordat u Piet Hein zijn naam is klein kunt zingen. Sabine nou! Het water kookt toch haast. Hoe gaat het met mijn schattige echtgenootje? Nee, ik ben je schattige echtgenoot helemaal niet. Dit is een pure catastrofe. Oh, Boobie, je was zo overtuigend. Is hij weg? Nee. Ik kijk dan, wie gaat daar? Dat is meneer De Laat. Ken je hem? Nee. Meneer De Laat, van het ministerie. Hij komt hier voor je vader. Hij heeft namelijk een bericht achtergelaten voor jouw vader. En dus zal ik moeten antwoorden. Eerder hoepelt hij niet op. Nou, beantwoord het dan. Maar dat kan ik juist niet. Het is allemaal in code. Allemaal over die balletwoeps van jou. Ja, en als die meneer De Laat die jongen hier in de gaten krijgt, dan worden we alle drie... Dan worden we gedeporteerd. Jij moet onmiddellijk weg naar Vlieland. Ja, maar hoe kom ik daar dan? De weg daar. Den Helder volgen tot je de branding ziet en een stopje. Hoe gaat het met die boot? Ze worden vast en zeker gezien. Er is toch wel zoiets als een roeiboot te huur, of een paar waterskies, of een kano. Ah? Dat is mijn pak! Zo valt hij minder op, vind je niet? Minder opvallen in een maatkostuum van 1640 piek? Oh, kak, ja, wie glazou. Niks te kak, ja. En niet in mijn broek, hè? Sabine, ja, luister. Schat. Jij kunt zo lekker met hem opschieten, dat heb ik gezien. Kan jij niet maken dat hij nou weggaat? Nou, ik heb het gevoel alsof in een film van Hitchcock terecht zijn gekomen. We worden allemaal doodgeschoten. Nou, dat was even. Er is daar net een auto gestopt en daar zijn twee kerels uitgestapt. Oh nee, nee. Ja, en het vreselijke is, ze praten. Ja, maar dat doen we allemaal wel eens, Willems. Russisch? Nee. Ja. Weet je het zeker? Nou, dat was Russisch. Allemaal Inski en Winski en Pinski. Ljori is ambassade. Ljori is ambassade. Ba. Niet zo moeilijk. Laten we bij het begin beginnen. Maar wat kun je nou begin schelen als je dat end gezien hebt? Ze staan me naar mijn auto te kijken. Oh, ik geloof dat ik ze herken. Ze waren vanmorgen op de ambassade. Ambassade. Ja, ze moeten op de een of andere manier gevolgd zijn. Ze staan me naar dit huis te kijken. Ze hebben niet het recht zich op privéterrein te begeven. Wat een nu, garage. Houd jij nou eens even die kaviaarmolen van je, wil je? Zeg. Ja. Waarom leveren we hem niet gewoon aan? Ja, doodgewoon. Nee, niet doodgewoon. Nee? Dat kunnen we toch niet doen? Oh, en paps, die zou er vast en zeker gedonder mee gaan krijgen. Ach, kom op, meneer Bus, wat doen we nou, hè? U beheerst de situatie zo uitmuntend. Nou, overdrijf alsjeblieft niet, wil je? Kom op! Nee, laat! Jij moet weg! Hier, Boobie! Gevaar! Hier! Deze man, die kan er wat van. Ja, hij zoekt naar houtworm. Oh, ja, daar kan je mee toppen. En iets gevonden? En wat? Houtworm. Nee, dat toch niet. Maar als erin zit, dan vindt hij ze hoor, want hij is een expert. Hij is expert hoofdhoutontwormer. Hoogzaadje! De taxatie van de schade? Voor de verzekering en zo? Ja, dat is natuurlijk uitermate verstandig, maar... Eigenlijk kwam ik terug voor mijn aktetas. Oh, die is hier. Ah, dank u wel. Alsjeblieft hoor. Oh, ik heb nog niet het genoegen gehad. Nee, dat is Nanny. Dat is de dochter van de commandant. Ah. Ja, nee, deze oude baas die articuleert niet zo goed. Hij bedoelt, dit is de... Ja. Ja. De nanny van de dochter van de commandant, hè? Jij moet eigenlijk zeggen nanny, want nanny is het Engelse woord voor kinderjuffrouw. You are juf, Nespa. Jawel. Ja. We hebben erg met haar geboft. Ze is mijn steun en toeverlaat. Ja, mijn vrouw kan hier en daar wel wat steun gebruiken. Nanny zorgt voor ons kleine jongetje. Meisje. Een jonge entmeisje. Zij hebben twee kinderen. Ja, kleine kinderen. Ja, en die zijn weg op dit moment, hè? Op vakantie. Zij zijn met Costco op vakantie. Ja. Hallo. Ben ik nog steeds de tuinman? Ja.
dat wel, maar jij kunt beter maken dat je wegkomt. Commandant, ja, u wacht toch niet te lang met die boodschap voor minister, hè? Nee. Laat ik lost eventjes dit kleine huishoudelijke probleempje op, hè. Meneer de Laat, als u dan eventjes buiten zou willen wachten, lekker in het zonnetje op het gazon. En neemt u toch een lekker drankje mee, meneer de Laat. Ontspannen zich een beetje, schep vreugd in het leven. Een advocaatje? Of iets sterkers misschien? Een vodka! Vodka! Nee, een lekkere sigaar is ook goed. Zal u ook een vuurtje geven? Dat doen we natuurlijk zo. Zo. En meneer De Laat, dat is toch een afschuwelijke gewoonte weg ermee. Nou ja, ik denk dat ik zo lang in de tuin naar de krant ga zitten lezen, hè? Oh, meneer De Laat! Ja. Komt u, dat is toch niet de krant van vanavond? Ja, natuurlijk is dat de krant van vanavond. Oh! Oh! Wat is dat? Hij heeft een worm gevonden. Oh, een king-size. Willems trok hem dood, hè? Commandant, mag ik mijn krant terug, alstublieft, want ik heb hem nog niet gelezen. Nee, maar dat zou ik ook niet aanraden ook, hè. Het is stom, vervelend. Ik stel voor, commandant, dat u zich concentreert op de boodschap van de minister en dat ik zelf wel een oordeel vel over het nieuws. U heeft er groot gelijk in, alstublieft. Wat staat erin? Ja, maar dat zag je al dus, hè? Rustvlucht, maar hier nog iets. Oh. Hollandse ballerine vermist. Ja. Met foto's. Ja, je wist het niet, schat, maar jouw vrouw is een beroemdheid. Oh, je lijkt wel goed, Sabine. Nou, aan profiel ben ik wat moeilijk te fotograferen. Nou, nu krijgen jullie eindelijk de thee. Zien jullie dan niet in wat dit te betekenen heeft? Ja, precies. We worden allemaal doodgeschoten. Ja, eindelijk is iemand die de situatie een beetje naar waarde weet te schatten. Ik ga terug naar mijn eigen huis, hoor. Ik ga kijken of het geld voor mijn begrafenis nog onder mijn bed ligt. Vrienden. Blijf hier, Willems. Zo, heet hij joh. Blutje dien, jamoos. Blutje dien, nou. Nu krijg je nog een snelcursus Russisch ook, Edmond. Dit kan toch zo niet trekken. Kom alsjeblieft hier. Hij moet hier vandaan. Kom alsjeblieft hier. Want dit gaat niet. Nee, die vrienden. Hij leert mij wel eens houtworm zoeken en dan leer ik hem weer dansen. Dit laatste was de beroemde Tiroler Holzwurmtanz. Commandant, mag ik de voorpagina alstublieft? De wat? De voorpagina van de krant. Heb ik die nog steeds? Ja, in uw hand. En u wilt hem nog steeds? Ja, graag. Nu? Nu! Ah, dat is de thee! Zo, ik ja. Op te eten. Heerlijk. Ja. Iets lekkers eten bij de thee is voor mij het parool. Oh, nee. Kopje thee, meneer De Laat. Ja. Nog een kopje thee, meneer De Laat. Nu moeten we eens heel goed naar me luisteren. Nu moet u eens... Het is een uitstekend kopje thee, moet ik zeggen. Nou, neem nog een slokje. Ah. Meneer De Laat, voel je je wel goed, schat? Het avondnieuws ligt me een beetje zwaar op de maag. Neem niet kwalijk, commandant. Maar ik heb nog nooit iemand een krant zien eten. Paal van een boekenworm. Mag ik jeugd tegen je zeggen? Oh jee, yes. Wat?
Wat is er zo opeens met hem gebeurd? Nou, thee, meneer Pus, is een slappe drank. Ja. Maar dit was sterker. Hé, meneer de Laat, hè? Niet zo van mijn jaar met het kindermeisje, alstublieft, hè? Neem me niet kwalijk, commandant. Ik weet niet wat er bij mij aan de hand is. Commandant, ja. De boodschap van de minister, hè? Ja, dat heb ik al eerder gevraagd, hè? Als u dan eventjes buiten op het terras... Ja, meneer, uiteraard. Neemt u toch een lekker drankje mee, hè? Ik denk dat ik daar van nationaliteit ga veranderen. Als hagenees kom ik hier binnen. En als een Maleier ga ik weer weg. Ja, hallo. Wat zegt u? Ik versta u niet. Dat klinkt als Russisch. Russisch? Er staat er maar één op het moment. Ik? U niet begrijpen. Oh, ja. Moet eens goed luisteren. Weet u wel dat dit Nederlands grondgebied is? En als u wat te vertellen hebt, dan niet in het Russisch. Huh? Ja, wat nou, Petrovje? Huh? Bolshoi? Bullshit zul je bedoelen! Zo, alsjeblieft. Zo. Jouwers, dat ze proberen ons af te vatten, dat is psychiatrisch oorlog. Ja. Ja, en hij bleef maar doorgaan met achter elkaar te roepen: Petrovje! Jongens, geen paniek! Jongens, geen paniek! Jongens, dat doen we met z'n allen! Hé, wat is dat? Dat is een beetje vreemd, is dat, hè? Commandant, je moet een nieuwe revue eens proberen. Die is smakelijk. Hé, Joeri Petrovjan. Jij stom vervelend. Hoor! Ja, natuurlijk ben ik dat. Waarom is die deur op slot? Ja, maar ik dacht dat jij ging vissen. Ja, ik had een lekker band, verdorie. Oh, ik snap het. Dag, Babs. Dag, ja, maar je wilt toch niet binnenkomen? Natuurlijk, ik woon hier toch. Open die deur. Maar je blijft toch niet langer, Babs? Nee, toch? Waar vraag je dat? Ik blijf hier tot die garage die rottige band heeft geplakt. Maar wat is hier allemaal aan de hand? En wie was die marinevent die de deur voor mijn neus dichtknalde? Marinevent, zei je? Marinevent, ja. Doodsbleek. Zag eruit alsof hij voor de derde keer kopje onderging. Ik dacht niet dat wij elkaar kenden. Nee, wacht even, meneer. Zo. Nee, je kent me niet. Ja, ik... Ik ben zeeman. Ja, dat zie ik ook wel. Ja, maar ik ben zelfs... ik ben commandant. Maar ik ben niet de kwaadste, meneer. Wat mijn naam? Oh, mijn naam. Oh, ja, dat bedoel ik. Ik ben commandant... de Kwaai. Commandant de Kwaai. Kwaai? Ja, de Kwaai. Met een Q. Ja. Nooit van gehoord. Nee, maar dat komt in het leger wel meer voor, meneer. Een beetje ongewoon, hè? Ja, want zo te zien hebben we samen in 6 zeeslagen gevochten. Ja, kunt u dat... Oh, dit. Oh, betekent het dat, ja. Oh, ja. Ja. Nee, dat zit hem zo, meneer. Kijk, in onze zeeslagen begonnen, dat weet u, hè, begonnen ze altijd met roepen, wij vallen aan. En nam ik altijd een lange aanloop. En u was altijd meteen voor. Ja, zeker. En wat is er? Wat is wat, meneer? Noem me geen meneer. Nee, meneer. We dragen alle twee hetzelfde uniform. Oh, herkent u? Hè? Oh, ja. Nee, ik begreep u verkeerd. Ja, wat sta je dan nou stom te blaten? Wat wil je? Ja, dat is een hobby van me, meneer, blaten. Dat is leuk. Hij is hier voor jou, Paps. Hij heeft een boodschap voor je, Paps. Ja, top, geen Paps. Nee. Hij is van de veiligheidsdienst. Nou, je bent nogal op de hoogte. Ja, die arme man zat hier op jou te wachten en toen hebben wij samen even een babbeltje gemaakt, ja. En is die slomme verloofde van je niet komen opdagen? Nee, nog niet. Hoe heet hij ook weer? Boobie Bus, meneer Aangenaam. Nou, jullie hebben kennelijk hier heel gezellig zitten kletsen, de Kwaai. Ik hoop dat je geen marinegeheimen hebt zitten onthullen. Ja. Nou, kom op met die boodschap. Oh.
Oh ja, oh ja. Zo, hier. Zat dat niet in een verzegelde envelop? Nee, dat is een hele speciale, meneer. Alleen maar dit? Ja, in frummelcode. Nou, dat is knap slordig. Ja, Lou? Wat? Ik versta geen woord van wat u zegt. Ja, kunt u geen Nederlands spreken? Ja, dan geeft u mij maar eens, mijn moeder. Het klinkt anders als een mannenstem. Ja, maar u kent mijn moeder niet. Spreekt u dan Russisch of zoiets? Russisch? Nee, nee, ja, dat lijkt altijd op Russisch, ja, want ze wil me altijd wat vertellen over mijn zussies. Dag, mam, en geef ze maar een paar kussies. Nou, de kwaai, ik zal je niet langer ophouden. Nee! Ja, ik moet deze boodschap doornemen. Nee, nee. Ja, oh. Oh, nee. Nee, nee. Nee, niet in die kamer. Daar. Nee, de commandant wil er liever in de tuin over praten. Ja, dat is veel... Nee. Nee, want daarvoor is het nu veel te laat. Veel te laat. Oh, te laat. Ja, waar had u dan gedacht, commandant? Nou, ik dacht misschien in een van de slaapkamers. Ja. In de slaapkamer? Ons militair apparaat holt werkelijk achteruit. Trouwens, ik hoef dit helemaal niet met hem te bespreken. Nee, nee, nee! Nee, 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 nee! En dan is dat... Ja, 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 ja! Dat is eigenlijk grappig, hè? Want normaal is dat ja en dat nee. Ja, in zijn vrije tijd oefent de commandant altijd een beetje in het zijne. Ja. Zo heb ik het anders nooit geleerd. Oh, maar dat klopt hoor. De commandant heeft het pas uitgevonden. Wat? Commandant, commandant, leg het paps eens even uit. Oh, ja. Ja, dat is wel een interessant iets, want dat is namelijk een kruising tussen morsen, weet u wel, met een piep, 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 en een seinpaal. Dat gaat zo, en dan neem je dit, en dan 1, 2, dan pieuwee. Alleen, ja, ik weet nog niet helemaal goed of ik het dan morsenpaal of seinmorsen zal noemen. Het is allemaal te gek voor woorden. Ik zal dit decoderen en dan kun je het terugbrengen naar de minister. Nee, nee, luister nou toch, paps. Zijn morsenpaal is echt geweldig. Ik wil het ook leren. Waarom is hij dan staan? Oh, oh, dat kan toch goed van pas komen, hè? Ja, hoe dan? Nou, ik kan bijvoorbeeld melk bestellen bij de boerderij. Vooruit, commandant. Laat paps eens zien hoe je melk bestelt bij de boerderij. Hoe ooit? 4 grote eieren, 2 liter melk en een pakje Zeeuws meisje over en slaan. Nee, PS, de groet aan de vrouw. Weet u nog wel, dat was nee, dat was ja en dat is er net tussenin. Te gek, paps, vind je niet? Precies wat je zegt, ja. Nee, laat hem nog eens wat zien, commandant. Nee, dankjewel. Ik heb genoeg gezien. Dit is belangrijker. Ja, luister nou toch, paps. Je moet nieuwe ideeën niet meteen de grond inboren voordat je ze goed getest hebt. Vooruit, commandant. Ja, maar wat moet ik nou? Nou, het alfabet. Alfabet? Ja, het alfabet. Want daar is deze methode op gebaseerd. Oh, paps, dat is zo fascinerend. Nou, laat dan het alfabet maar zien. Ja, nou, Ah! De B! De C, dat is de D. De E is met 3 strepen. De F met 2. De G van go. En de H van ha. En zo zijn alle 26 letters van het alfabet. Ik geloof dat jij maar eens verlof moet aanvragen, de kwaai. Poebie, je was prima. En nu? Verlof aanvragen. Nee. Nou moeten we iets aan die Petrovjen gaan doen. Okay. Ja. Juri! Juri, kom eens hier. Nein, daar heb ik niet keine Zeit. Oh. Nee, nee, niet nog eens. Hè. Hoe leg ik het die jongen nou uit, hè? Zeg, boy, wie ziet zijn diek in knoei? Ja, ik weet ook niet meer. Nee, jongen, nee, 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 nee. Nee, jongen, doe het. Zo scheur je uit je kruis. Ja, dat is
En das Kreuz ist ja immer von mir. Ja, maar dat is 1640 piek. Is de kust vrij? Nee. Nee, maar kun jij me niet van overtuigen dat hij nou op moet hoepelen? Misschien yes, gaat hij maar. Hoe komen we langs die twee ambassadejongens daar buiten? Ze houden mijn auto natuurlijk uitgebreid in de gaten. Nou, kijk dan, hier, daar, in de verte heb je het dorp. Dan ga je dwars door de weilanden naar het dorp toe. En hoe doen we dat dan verder zonder mijn auto? Ja, in het dorp is geen auto te huren. Niks. Nee. Doe. Du musst laufen, laufen, hey. Nicht das machen von dies und da, aber du musst spazieren. Da! Nein! Hoi! Dag Sabine! Dat is ook toevallig. En dat is al de tweede keer vandaag. Ik kreeg net een bericht van die danspartner van je. Hoe heet die nou ook weer? Oh ja, Petrovje. Haha! Mijn woelige wat is dat nou weer van een vent? Bij storm en bij wind. Ik steeds aan dat blondje. Ik zeg, wat is dat nou weer voor een vent? Welke vent? Die daar, ga eens opzij de kwijt. Wie ben jij? Da. Da? Da. Bij die mooie. Dat is mijn verloofde. Toch niet die vent die bij het openbaar vervoer werkt, die Booby en nog wat? Nee, hij is Booby Bus, de PS van de PPS van de MP, weet je nog? Ja, ja, van de MP. Oh. Nou, ja. Hij ziet er beter uit dan ik dacht en hij komt me inderdaad bekend voor. Hoe maakt u het? Mijn vader. Vader. Vader! Nee, dat gaat zo niet, want hij hoort niet zo best, maar het lukt wel, hoor. Commandant Snijders! Hoge ambtenaar. Hoofd van het ministerie. Ja, kijk eens hier. Nederlandse regering. Kijk, dit in het groot. Ja. Zo lijkt het me wel genoeg. Nee, zeg, papa, maar eens goeiedag. Papa! Oeh. Papa! Nee! Annie, is dat de man waarmee jij gaat trouwen? Ach, alles in orde, paps. Alles in orde. Ja, ik ben stapelgek op hem, maar het is en blijft wel een buitenlander, ja. Ja. Pols? Huh? Hebben ze hem daarom Booby genoemd? Ja, ja, is een afkorting van Booby Shenskaya Flip Jan Flops. Ja, en daarom spreekt hij geen Nederlands. Vreemd is dat. Hij werkt voor de Poolse regering. Nanny, je hebt je toch niet met een communist verloofd? Ja, wat zegt u me daarvan, hè? Uw dochter trouwt zomaar met een rode Pool. Oh. Nee. Laat maar, dat is mijn moeder weer. Dag, mam. Niet meer bellen. Het is mooi geweest. Auf Wiedersehen en zum Wohl. Is voor u. Wat is dat dan? Ja, een band is geplakt. Dat werd de hoogste tijd. Dat werd de hoogste tijd over en sluiten. Piep, 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 piep. Nou, paps, ga dan maar gauw. Niks daarvan. Ik moet eerst die boodschap nog doornemen. Heeft u dat nog niet gedaan? Hm? Er staan meer dan 4000 codes in. Daar ben je wel even bezig. Ja, maar daarna, dan ga je vissen, hè? Ik weet niet of dat nog wel zin heeft. Ik bedoel, als Sabine blijft... Nee, Sabine blijft niet. Ik heb je nog niet gezegd hoe geweldig je was vanmiddag. Waar was dat uit? Oh, uit het Zwanenmeer. Het Zwanenmeer. Tirad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 
Moet dat mijn schoonzoon worden?
Nou ja, in Chopin geloofde eerst ook niemand. Nou, ja, lieverd. Nou, ik voor mij geloof dat het vandaag vrijdag de 13e is. Nee hoor, maar toch maken we nu een kans. Ja? Welke dan? Nou, Sabine, jouw auto kunnen we dus niet gebruiken, dat is duidelijk. Nee. Maar je neemt mijn vaders auto en dan ga je door het weiland naar het dorp. Geef je een briefje mee voor de garage. Zo. Ja, schat, maar wat zal je vader zeggen als hij merkt dat zijn auto weg is? Mijn vader? Oh, maar tegen die tijd zitten jullie al lang veilig op Vlieland. Hier, de sleutels zitten in de auto. Oh, darling dear. Boep. Ja, mooi. Maar Sabine, ondanks alles, bedankt. Hè. En blijf een beetje uit de buurt van die meneer De Laat. Dag, schatjes. Ja. En bedankt voor alles. Oh, Bobby. Betrof je ben die lieve jongen vergeten. Sabine. Oh. Hey, you. Nu gaan we. You go, hè. Bye. Voor die bloemkut op daardoor. Oh, Poepie. Nou, geef toe dat het heel opwindend was. Nou, eerlijk dan. Ja. Eén commandant spelen vond ik tot daar aan toe, maar twee commandanten dat vond ik pure zelfkastijding. Ja, we zijn er nog niet, want we zijn nog niet van die meneer De Laat af. Oh, nou, zodra Paps jou het antwoord geeft, nou, dan geef jij het weer aan meneer De Laat. Zo simpel is dat. Oh, Boebie, ik hou van je. Lieve. Dag, vent. U zit het kindermeisje te kussen. Ja. Ja, zo kan hij wel weer, juffrouw. Hm? Voor morgen geef ik u op les 5, paragraaf 2. Uitstekend, meneer. Oeps. Ja. Ja. Nou, dat meisje heeft talent, hè? Commandant. Ja. Nou ja. De boodschap voor de minister, alsjeblieft. Ja, dat heb ik al eerder gevraagd, hè? Als u even buiten zit met de wacht, hè? Ik ben verbaasd, commandant, dat u knuffelen met het personeel voor staatszaken laat gaan. Ja, ik weet het, ja. Ik heb wel een reprimande verdiend. En dan te weten dat uw vrouw in de buurt is. Ja, ik weet het, ja. Ik kan daar niks aan doen. En weet ze hiervan? Ja. Kan er niet schelen? Nee. Uitstekend, commandant. Maar denk wel aan uw promotie, hoor, want zo wordt u nooit admiraal. Nee, maar vice-admiraal is voor mij voldoende. Ja, dat is nou leuk opeens zo, hè. Die begrijpt u niet, die zal ik hier even buiten uitleggen, hè. Telefoon! Nee, dat laat neemt hem niet op. Nee, heeft geen zin. Heeft geen zin. Nee, rot telefoon. Zijn jullie doof? Hallo? Nee, commandant Snijders is er. Willems, kijk nou toch uit je toppen. Oh, nee, wacht even. De commandant is er wel, maar ik neem de boodschap. Ik begrijp niet waarom ik deze man nog in dienst hou, hè? Ja, en Willems? Hm? Ja, wat was de boodschap, Willems? Wilt u weg? Natuurlijk, Willems! Oh, ja. Ze zei dat ze zo net teruggekomen was uit Den Haag. Mm-hmm. En of u haar van het station wil halen. Tuurlijk! Hoe heet toch? Maar Willems, vertel dan wel er eventjes bij wie. Uw vrouw! Nou, die haal ik. Uw vrouw? Ja, maar weer een ander. Ja. Ja, eigenlijk meer een goede vriendin van mij. En die komt vanavond hier voor een. Hoe speelt u dat klaar, zeg? Nou, vanavond is mijn vrouw dus weg en toen heb ik die goede vriendin gevraagd of die hier zou kunnen. Maar net zat u nog met het kindermeisje te knoeien. Ja, kijk, als je natuurlijk 5 minuutjes over hebt. Daar is hij! Nee, ga dan toch alsjeblieft! Ik moest terugkomen, schat! En waar is de houtontwurmer? De houtontwurmer en ik hebben ons even geamuseerd in de tuin. Meneer De Laat, die tuin die is om 8 uur, om 4:50. Dat is nu op dit moment, dan is die tuin op zijn mooiste. Hoe is het mogelijk, hè? Is hij weg? Nee, een ogenblikje. En neemt u dan nog een extra drupje mee voor de dorst? Nee, dank u wel, hoor. Ik ben voorzien. Oh, lieve Laatie. Nee. Ik weet het. Het is geen sympathieke manier. Maar hij is tenminste weg. Maar waarom gaan jullie nou niet weg? Schat, van die Russen staat er een in de voorkant en een in de achterkant. Ja, dat hindert die baganen toch, alsjeblieft. Ja, maar dan zullen ze toch moeten wachten tot het donker wordt. En dan zit ik al in de gevangenis. Reeds. Schat, is die garage dan nog open? Oh ja, de hele nacht. Oh, prachtig. Nou, wat is dat wel prachtig. Ik zit met De Laat buiten met de commandant daarbinnen. Ik weet niet meer of ik meneer Snijders ben of meneer De Kwam.
En ik ben het meest sekslustige seksdier van heel seksminnen Ter Hagen. Oh, arme boobie. Ja, en we zijn er nog niet, want je moeder kan elk ogenblik hier binnenkomen. Moeder? Ja, jouw moeder. Hij is braaf. Jouw moeder. Ja? Jouw moeder zit hier aan het station om opgehaald te worden. Daar zit ze dan voor dit moment. Uitstekend. Onze activiteiten moeten voorlopig op een laag pitje. Oh. Ja, en dan? En dan? Kom, 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 kom. Hier, hier. Naar boven, naar boven. Jut, kloos erop, gobby al. Nou, hier dan. Ja, pop, pop, pop. Ja, je hebt gelijk. Hetzelfde weer. Hier, hier, hier. Rustig. Werd er op de deur geklopt? Nee. Zeker weten? Ja. Nee. Dat is dus voor hem, ja. Ik weet gewoon zeker dat ik hoorde kloppen. Ja, maar dat was een houtworm. houtwormjongen. Deze houtwormjongen. Was dat nou weer? Ik dacht dat hij voor de Poolse regering werkte. Ook ja. Ja, maar in zijn vrije tijd dan zoekt hij naar houtworm. En dat doet hij door te kloppen. Daar hebt hij het, hè. Mieters. Geweldig. Hij heeft mij de fijne kneep... Nee, de fijne klopjes van het vak uitgelegd. En niet zo best, hè? Ja. Ja! Ik ben zo klaar met het antwoord. Snel, snel, de kuchen. Maar dat is geen houtwormhobbyist die daar klopt. Nee, dan ben ik aan het tapdansen. Het tikken de tik, het tikken de tik, het tikken de tik, tik, tik. En die voor toe, ja, dat is een nieuwe hobby van mij. En dat is zo geweldig. Ik zal het u ook leren. Is geweldig, hè? Daar op het parket. Maar dat tikt zo heerlijk weg, hè? Die voor toe en toe voor die. Oh? Kom binnen, schat. Politie, mevrouw. Wachtmeester Balstra. Goedemiddag, schat. Goedemiddag, schat. Is het me of juffrouw? Het is mevrouw, schat. Mevrouw wie? Kent u mevrouw Snijders? Nee, mevrouw. Nou, die ben ik. Enige. Juist, mevrouw, ik had graag Willems even gesproken. Willems? Jawel, mevrouw. Mevrouw Vogel van hiernaast is een beetje over de toer en dat vanwege Willems. Nog aan toe? Ja, mevrouw Vogel zag eerder op de middag een jonge man in ondergoed lopen. En deze jonge man verdween in de woning van Willems. Misschien was het mijn man wel. Maakt die er een gewoonte van Willems op te zoeken in zijn ondergoed? Gut, nee. Dus met uw welnemen was ik nu even naar Willems willen gaan om hem een paar vragen te gaan stellen. Goed, schat. Ik u wel. Ik bedoel, nee, schat. Ik zal hem even voor u halen. Oh, dat is niet nodig. Oh, jawel. Een beetje frisse lucht zal me goed doen. Nou, gaat u maar even lekker zitten, hè? En dan zoek ik... Oh, alleen even tegen het kindermeisje zeggen dat u er bent. Schat! Joehoe! Niet binnenkomen, schat! De politie is hier in de zitkamer. Agent Balstra. Dus niet binnenkomen! Politie! Wacht, 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 wacht! Daar liet u me toch werkelijk even schrikken. Wachtmeester Balstra. Oh, juist. Wachtmeester Balstra. Meneer. Ziet er goed uit, hoor, Balstra. Ik zal eventjes tegen het kindermeisje zeggen dat u er bent, hè? Lievert! Oh. En niet binnenkomen, schat, want agent Balstra... Zit hier in de zitkamer. Ja, want daar zijn zitkamers toch voor, hè? Dus het is maar beter dat je niet binnenkomt. En ik zal ook even deze deur op slot doen, want dat is toch wat de politie graag wil. Geef lange vingers geen kans. En u vraagt zich waarschijnlijk af wie ik ben. Kent u commandant Snijders? Jawel, meneer. Die ben ik dus niet. Ik ben commandant de Kwaai, Menneke. Goedemiddag en zo, daar gaan we. Eén ogenblik, meneer. Ik had graag Willems even gesproken. Willems? Jawel, meneer. Mevrouw Vogel, woonachtig op Belendend Perceel, is een beetje over de toer. Ik heb Willems nou de schuld van mevrouw Vogels toestand? Dat is niet te hopen, want ze is in verwachting. Spijt me onmiddellijk, agent. Ja.
Oh, schat, de agent hier wil Willems ondervragen over iemand die rondloopt in zijn ondergoed. In zijn ondergoed? Ik kan alleen Willems nergens vinden. Nou, dat is uitstekend, de agent. Nou moet u eens even naar me luisteren, meneer. Ik mag dan niet een van die handige jongens van de recherche wezen. Toch heb ik het idee dat ik denk dat ik weet wie de bezoeker van Willems was. Oh ja? Die Russische balletknaap. Ach, nee toch. Jawel, mevrouw Vogel zei dat hij zo rondliep te huppelen en dat ziet eruit als een balletdanser. Die hebben zo hun eigenaardigheden en daarom wou ik die Willems even zien. Ja. Nee, dat moet u niet doen, nee. Nee, gaat u maar even lekker zitten, hè. Lekker onderuit, de voeten omhoog. En dan zal ik eens eventjes kijken of ik die Willems kan vinden. Nee, die kan ik nergens vinden. Zo. Dag, agent. En zegt u mijn lieve vrouwtje ook maar goeiedag. Nee. Wel, hij moet nog eventjes netjes goeiedag zeggen. Zei u uw vrouw, meneer? De agent weet dat ik mevrouw Snijders ben. En ik ben commandant. De kwijn. Met een Q. Begrijpt u, agent? Nee. Nou, commandant de kwijn en ik zijn altijd zo'n beetje... Ach, u weet hoe dat gaat, hè. Als de kat van huis is, dan zijn commandant de kwijn en ik... Nou, u weet wel, met een Q. Oh, juist. Ik begrijp zo'n beetje hoe de verhouding ligt, als u me de uitdrukking vergeet. Oh, agent. Oordeel niet te slecht over me. Als u eens wist hoe de commandant me behandelt. Hij slaat me 3 keer per dag na de maaltijd. Nee. Dat moet hij dan maar zelf weten. Ik wil die Willems even spreken. Nee. Ja, die is de kroeg ingedoken. Het is toch een geheel onthouder? Ja, maar sinds u nu meerderjarig is, niet meer. Dan zal hij wel in het zwaantje zitten, denk ik. Tuurlijk, het zwaantje. Haast u zo, agent, voordat hij te aangeschoten is om te kunnen praten. Hè? Dan zullen we daar maar eens een kijkje gaan. En mevrouw, ik moet zeggen, ik had dat nooit gedacht van de commandant Snijders. 3 keer per dag lijkt mij een weinig overdreven. Goedemiddag. Goedemiddag, agent. Jij bent ook niet lekker ook, hè. Dit is toch wel een pure catastrofe. Zeg, is hij weg? Ja, maar terugkomen zal hij. Reken daar maar op. Ze hebben betrokken bij Willems. Aan alle kanten worden we ingesloten. Ja. Wat is dat dan weer? Druivensuiker is niet nodig, jongen. Jij moet weg, dat is nodig. Nee, want dan wordt hij gezien. Oh, dat is papa. Ja, die kunnen we toch ook niet achter slot houden? Wie heeft die deur op slot gedaan? Hé. Hey. Waarom? Weet ik niet. Ja, hij heeft me wel proberen uit te leggen, maar ja, dat kon ik niet begrijpen. Een grapje, paps. Grapje. Iets van Chopin heeft hij wel. Mm-hmm. Hoe laat heb jij het nou niet? Dat klokje zal nu wel beslagen zijn. 5 voor 6. Mooi, net op tijd voor het nieuws. Ja, ik kan maar beter de laatste bericht over die Rus horen, voor ik mijn antwoord naar de minister stuur. Maar u mag niet naar het nieuws luisteren. Waarom niet? Misschien is hij al lang boven water. Ze geven misschien de bijzonderheden namen. Reden te meer om te luisteren. Nee, geen nieuws is toch goed nieuws? Laat dat te kwijt. Oeh, rock en roll. In mijn studeerkamer heb ik nog wel een klein transistortje. Oh, hoor je dat? Dan noemen ze vast en zeker mijn naam. Ja, transistor. Daar gaan we alsnog voor de bel. Nee, dat gaan we niet. Nee. Sabine, druk jij die linkerknop eens even in. Nan, wat ga je dan doen? We gaan het nieuws zelf voorlezen. Maar hoe wou je dat dan doen? Nou, we pluggen de microfoon in de radio. Nou, en dan maken we zelf het nieuws. Ik heb hier nog een mooi verlengde snoer. Oh, Sabine, als je klaar bent, roep je dan mijn vader even. All right, hier. Hoebie, luister. Hoebie, jij neemt de microfoon en... Moet ik het dan weer opknappen? Het klinkt overtuigender als een man het doet. Nee, maar jij kunt het ook doen. En dan maak je er een kookpraatje van. Zo van, we doen het in een keteltje, roer het met een lepeltje. Oh, wat zal dat lekker. Kaartje, ben het je boven. Het moet het nieuws zijn. Vooruit. Ga op de overloop zitten uit het gezicht
En dan lees je met je diepste Fred Emmers stem het nieuws voor je. Harme Cize ligt me beter. Oké. Even kijken of de commandant zijn antwoord al klaar heeft. Nou, daar is hij mee bezig. Wegwezen. Kan ik niet hier blijven wachten? Samen bij jou. Nou, in dat geval lijkt de tuin mij dan toch in de tuin! Het is toch veel comfortabeler om hier naar het nieuws te luisteren. Ik dacht dat jullie aan het dansen waren. En waar is Nanny? Boven. En die kwaai? Geen idee. Nou, gaat u er maar lekker zitten. Zo. En Boebi? Je gaat ernaast zitten. Nou, het is precies 6 uur. Ja. En dan krijgen we nu het nieuws. Het nieuws. Dit is nog zo'n fijne ouderwetse. Die moet nog warm worden. Nou, daar heb ik anders nog nooit wat van gemerkt. Om deze tijd horen spelen. Ga zitten, kerel. Ja, ja, maar de radio doet het nou tenminste. En dan krijgen we nu het nieuws. En toen hoorden we niks. Ja, sorry hoor, maar ik krijg naar mijn transistor. Blijf nog eens hier. Oh, wat een prachtig schip heeft hij. Dankjewel. Maar wanneer komt dat nieuws nou? Ja, dat komt zo, schat, heus. Hé, wat is er toch aan de hand met die rotradio? Ja, sorry hoor. Maar op deze manier ga ik luisteren naar mijn transistor. Johnny, Pani, nou, dat geeft niet hoor. Maar ik word achterna gezeten. Ga jij maar naar de kuchen? Ik kom er in mijn hokje. Rustig aan, meneer De Laat. Hier is het nieuws. Het nieuws. Piep, 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 piep. Hier zijn de piepjes. Ik ben gek op piepjes.
Het is 6:00. Nou ja, 6:05. De minister van Financiën deelde vandaag mede op het Binnenhof dat vanaf volgende week alle belastingen afgeschaft zullen worden. Niet doen, meneer De Laat. Ik wil naar het nieuws luisteren. In antwoord op vragen van de minister van Onderwijs heeft de staatssecretaris Nelly Smit-Kroes gezegd: niet rommelen daar. Zo. En tijdens een landbouwtentoonstelling werd de winnende fokstier door de jury uitgeroepen tot viespeuk. Deze samenwerking. Samenwerking noem je dat. Aan wiens kant stond je eigenlijk? Ik weet niet wat hier allemaal aan de hand is. Nanny, jij hebt dit huis vanmiddag in een gekkenhuis veranderd. En die vriendin van jou, die is ook niet helemaal snik meer. Die begon opeens met transistor in elkaar te rammen. Ja, als ik slecht nieuws hoor, raak ik altijd zo van streek, schat. Ik had dat ding nog niet eens aangezet. Ik heb er al zo'n voorgevoel van. Nou, de kwaai, hier is het antwoord. We halen mijn auto op bij de garage en ik zet je af bij het station. Je auto? Ja, ik wil dat de kwaai veilig mijn grondgebied verlaat. Ja, maar nu ga je die nog niet halen. Jazeker, dan heeft hij de trein nog van 6:30. Ja, maar ik wil veel liever hier blijven, hè. Lekker knus. Niks ervan. Ik pak mijn hoed en dan gaan we. Als hij zijn auto neemt, dan hebben we het gehad. En als hij mij bij het station afzet, dan hebben we het helemaal gehad. Waarom? Jouw moeder staat er nog steeds om opgehaald te worden. Ja. Nou, wat doen we dan? Weet ik veel. We bekennen schuld en we vragen om clementie. Nee. Nee. Want nu jij het antwoord hebt, zijn we die De Laat in ieder geval kwijt hier. En laten we ervoor zorgen dat paps ons niet meer voor de voeten loopt. Zo staat hij dan, maar kan we nou niet uit het raam klimmen? Oh nee, hij heeft die tralies voor laten zetten vanwege dat codeboek. Oh. Ik heb het. Oh, zij heeft het. Schatjes, ik heb de oplossing. Ja? Petrof, je moet gewoon de sprong wagen. Eindelijk word je een keertje verstandig. Nee, want die ambassademannen die zijn er nog steeds en dan zien ze hem. Die moeten hem juist zien. Maar wat bedoel je? Ze hebben toch een auto? Ze krijgen hem zo. Dan zien ze dat ze de verkeerde te pakken hebben. Iemand die net doet alsof hij Petrovjen is. Ja. Een schattig lokvogeltje. Idee. En ondertussen zijn de echte Petrovjen en ik stiekem vandoor. Ik vind het een schitterende grap. Ik zie dat al. Een of andere... Nou, luister. Ja. 1 commandant, ja. 2 commandanten, ja. Maar 1 balletwoeps, nee. Oh, maar lievertje, het lukt vast. En tegen de tijd dat ze jou te pakken hebben, zitten Sabine en Petrovje. Nou, bij wijze van spreken al in Zwitserland. En ik bij wijze van spreken al in Siberië. En we lijken niet eens op elkaar. Schat, ze weten toch niet precies hoe Petrovje eruit ziet? Alsjeblieft, Bobby. Altijd moet ik de boel opknappen. Laat nou een ander het eens doen. Hier, Willems, die zou er snoezig uitzien, hoor. In een balletkostuumje. Bobby. Nou ja, akkoord. Vertel maar op, waar heeft die jongen zijn broek gelaten? Boven in mijn vaders slaapkamer. Oh ja. Nan? Ja, lieverd? Nou ga je het wel zien. Ik heb wat schrale knieën. Die
man daar buiten die springt in benevelde toestand over mijn grasveld. Hij heeft twee van mijn zeldzaamse rozen achter zijn oren gestoken en loopt daar een beetje te zingen van, oh, wat ben ik mooi. Nou, als uw vader daar achter komt. Kom, idiot, zo dan, politie! Lieve help, is die er ook nog steeds? Politia! Politia! Oh, daar heb je die rottige balstra weer. Balstra? Die moet jou hebben. Nee, dat is ook. Ja, en als ze jou gaan ondervragen, verspreek je gegarandeerd en dan zijn wij verloren. Mijn idee, ik ga terug naar mijn huis. Nee, want dan zoeken ze je het eerst. Ja, maar, wel, daar heb je het gedonder al. Nou, dan ga jij maar naar de slaapkamer. Ja, naar de slaapkamer, ja. Ja, zeg maar, ik was juist bezig om mijn bloembedden te begieten. Boven zijn toch ook bedden? Wie is daar? Wachtmeester Balstra. Oh, een ogenblikje, Bali. Ik heb op dit ogenblik geen kleren aan. Ze beloven je van alles, maar daar had je... Schiet op! De drie wijzen uit het oosten, ben ik er een van. Je Balstra is groot. Dank u zeer. Ja. Zeg, commandant, ja. Ik heb naar die Willems gezocht in het Zwaantje. Ja. En daar is hij niet. Oh, nee, die is weer terug naar zijn stulpje. Dank u wel. En zoals u er nu uitziet, zou ik me niet in het dorp durven vertonen. Ja. Dag, meneer. Ja. Dag, meneer Balstra. Ja, de valt me af te lachen, hè. Jongens, nu moet het ervan komen. Operatie Lokvogel, te nu of te nimmer. Hè? Succes, Boep. Ja, zo. Nu niet meer lachen. Alles is vergeven en vergeven. Ik ballet 10 seconden naar nu, hè. 1, 2, 3. Voer jij uit met mijn vrouw? En wat gebeurt hier allemaal? Vrouw is flauw gevallen. Ja. Flauw gevallen? Ja, ze keek even naar me omhoog en hup, zeg ik neer. Dat verbaast me niks. En waarom loop jij hier in mijn huis rond in je hansop?
deze vraag zoeken we op. Nee, we waren een spelletje. Zo'n leuk spelletje, weet u wel, aan het spelen. Zo, ja, van de torentje, torentje, bussenkruid. Wat hangt er uit de... Misschien was het een ander spelletje. Nee, in ieder geval, je hebt er een gympakje voor nodig. Jij brengt onmiddellijk die envelop naar de minister. En waarom sluit jij me op in mijn studeerkamer? Is dat zo de gewoonte bij jullie in Polen? Meneer Snijders, ja? Vindt u niet dat we uw vrouw naar boven moeten brengen? Hoe bedoel je? Ach ja, de zielenpoort. Ik help u wel een handje. Nee. Jullie waren toch van plan om weg te gaan? Eén ding tegelijk, lieve jongen. Rustig maar, liefje, rustig maar. Wat is er met moeder? Ze keek even naar die de kwaai en vloep, daar ging ze. Het verbaast me eigenlijk niks. Waar brengen jullie haar naartoe? Naar boven natuurlijk. Ja, maar niet naar jullie slaapkamer, hoor. Waarom niet? Nou, daar is Willems eventjes. Ja. Willems? Ja, jullie mogen hem niet storen. Wat doet Willems in onze slaapkamer? Nou... Hij was een beetje vies, want hij was in de vijver gevallen. Welke vijver? Ik wist niet eens dat we een vijver hadden. Nee, Willems ook niet. En daarom is hij erin gevallen. Maar ik dacht dat jullie operatie Lokvogel gingen doen. Daar komen de schutters. Deze kant op, kameraad. Wat hebben ze, Vroeps? Oh, dank u wel. Ah, wat een verrassing, meneer De Laat. Maar ik heb voor u ook een verrassing. Het bericht voor de minister. Commandant, ja. Hartelijk dank voor deze zalige middag. Graag gedaan, hoor. En nu ga ik... Nou, heel graag. Vouwvallen. Wat doe je nu weer, schat? Wij hebben ons zojuist verloofd. Sabine, luister eens. Maar zou jij misschien wat vlug zou... Hey, jongen! Ja, poes! Nou, weet u, ik wilde eventjes de benen strekken, hè? En met de vrouw gaat het goed? Jij brengt onmiddellijk die envelop naar de minister! Uitstekend gedaan. Niet praten, eerst die deur dicht, oh. Oh nee, die deur die kan niet meer dicht. Helemaal van hier tot daar ontzet. Hier, kijk alsjeblieft. Het is gekomen toen hij binnen is komen donderen. Toen ik daar lag en toch moet het er nu van komen. Operatie Lokvogel, te nu of te nimmer. Haal jij die Tchaikovsky uit de keuken. Zodra we zien dat jij niet kan rennen, liepen wij naar buiten door de achterdeur. Ja, prima. Zeg, die ene ambassadekerel staat er nog steeds. Ik mag leiden dat hij bijzien is. Toi, toi. Inderdaad. Nanny! Inderdaad, u brengt mijn moeilijkheden. Kom op, 1, 2, rechtop. 1, 2, ja! Jij kom! Einde operatie Lokvogel voor de tweede maand! Ja, ik kom! Nee! Andere kant op, daar, hier. Tjoe. Heidi, Heidi, dit is de balstratango. Commandant, u had tegen mij gezegd dat Willems weer thuis zat. Willem, ja. Doet hij niet. Niet te, oh, dan is hij weer naar de kroeg. Hij is de hele dag niet in het Zwaantje geweest. Commandant, deze zaak is ernstig. Of Willems helpt die Russische kerel. Of die Russische kerel heeft Willems misschien wel vermoord. Vermoord? Gaan we samen even onderzoeken. Ga mee, coach Jack. Nee, commandant. Volgens mevrouw Vogel. Wat was dat?
Ja, u hoorde Boem. Hè? Inderdaad. Was ik. Ja, ik heb een beetje zwaar getafeld en dan heb je dat wel eens. Hè? Dat Boem. Wij gaan toch even samen kijken in de tuin wat er los is. Tjum, 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 tjum. Boemie, gebeurt het nou of niet? Hij kan er toch niet al van door zijn? Ja, maar dan zouden we hem toch gezien hebben? Niet, dols, niet. Hoe gaat dit? Rustig nou maar. Boy, de Halloween, als je het moet. Boepie, zijn we kwijt. Je Pierre score, hoe gaat dit? Vier wekken. Ja, hier geen sneldek. Ik kom zo, schoonheid. Triot, Riemja. Man van ambassade, nog steeds buiten. Ambassade. We hebben Boepie nodig als afleider. Boepie. Een Boepie. Een Boepie. Bobby, zo machetje! Wat een eetgebakkende Rus! Wat verdriet er is dat een Rus spant samen met een zekere Boepie. Spionage! Spionage. Mevrouw Snijders en de kinderjuf werken samen voor het Oostblok. En een man van de Russische ambassade staat buiten te wachten. O jee, dat is de commandant. Ik kom er aan, hoor. Een ogenblik geduld. Arme ouwe, stak hebben we. Johanna! Ik kom eraan, Johanna! Ik heb hier een vluchtsoop! Hier ben ik al! Ik kan het niet voorstellen, agent. Ik kan het me niet voorstellen, agent. Ik kan me het niet voorstellen dat die Willems iets overkomen is. Het schijnt u helemaal niets te doen, hè, dat we die Willems niet kunnen vinden. Ja. Ik zal u toch nadere vragen moeten stellen als die arme oude man tenminste nog leeft. Ga terug! Hoe bedoelt u? Nou, ga terug naar het zwaantje. Daar ben ik net geweest en in die andere kroeg die ons dorp rijk is ook. Ja. Misschien kunt u mij nou eens duidelijk uiteenzetten. Nee! Wat bedoelt u met nee? Nee, ik kan niets duidelijk uiteenzetten. Het slaapkameraangevoel. Dat is Willems. Oh. Hier met jou. Nee, Bolstra! Ja, hoe doe je dan als dat? Nog even geduld, Engeltje. Moet je nog niet zien lopen? Zeg, Paps is losgebroken. Smatri. Oh jee, dat is meneer De Laat. Totaal afgeserveerd. Nou, je vader los is, kunnen we hem maar beter wegwerken. Oh, dat is een uitstekend idee. Weet je wat? In die kast. Oh, ja. Lieve Knul, meneer De Laat in de kast. Hilfe aan Hentje. Jeet, maar je spina. Ja, neem maar goed, maar niet maar niet. We kunnen het ook wel zonder hem. Ja, hij is ontzettend gevoelig, de schat. Ja, maar met dit, dan lukt het wel. Kom, meneer De Laat. 1, 2. Hotzo! Vlug de kast open. Het is allemaal niet te geloven. Er gebeuren hier de eigenaardigste dingen. Willems, wat doe jij dan weer? En Bolstra, wat gebeurt hier allemaal, verdorie? En jij zit dan niet zo stom te zitten, maar doe iets. Jo, gaat zo, oeitie. Als jij mijn schoonzoon wilt worden, zou je een andere toon moeten aanslaan. Waar ben je nou? Ik loop je overal te zoeken. Ja. Het is een gekhuis. Nan, het is een gekhuis. Het is een dolle boel. Jouw vader is ook door het dolle heen. Nu moet het ervan komen. Operatie, lokvogel. Ik ben nog niet eens begonnen, bel op bek af. Waar is Petrovje? Ja. Oh, mooi. Huh? Hoe lang zit hij daar? Vier dingen. Hij is buiten Westen. Ja, maar welke kolossale hufter heeft dit nou weer gedaan? Deze. Boerie schattenband. Die kon zeker het tempo niet bijhouden. Bolstra, dus nu
kleerkamer in, snel. Weg, pak hem op, hè. Hey, weg. 1, 2, 3. Ja. Ja. Is daar iemand? In gesprek! Iemand! Ostra! Goedenavond. Mijn naam is Snijders. Hoe maakt u het? De drankjes staan daar. Bolstra! Geloof ik, hè? Mevrouw, neem me niet kwalijk, maar u liet me wel schrikken, hoor. Werkelijk? Kan ik misschien iets voor u doen? Och, nee, niet bepaald. Ik wilde eigenlijk niet storen bij dit feestje. Ja, feestje? Ja, ze zijn geloof ik krijgertje aan het spelen. Nee, ik denk dat mijn dochter Nanny een paar vrienden heeft meegebracht. Ik werd tenminste begroet door een jonge man die me besprong in zijn ondergoed. Als moeder maak je wat mee vandaag de dag, hè? Hou op, meneer Moret. Die vrienden van Nanny, die komen en gaan wanneer ze maar willen. Ja. Kent u hem? Nooit eerder gezien. Misschien is het een vriendje van mijn man. Ja. Oh. Eerder een vriendje van de whisky. Ik denk dat zwarte koffie hem goed zal doen. Ja, zal ik het even zetten? Wilt u dat doen? De keuken is daar. Natuurlijk. Ja. Ken ik u, mevrouw? Ik ben mevrouw Snijders. Ah, bent u net aangekomen? Ongeveer een kwartier geleden met een taxi. Ja, dan bent u de mevrouw Snijders die heeft opgebeld. Ja. Dat klopt. Ik heb vanaf het station gebeld. U had geen slechte moment kunnen uitkiezen. Dat begin ik ook te geloven. De commandant heeft alles over jou verteld. Jij grote ondeugd. Maar zoals de zaken er nu voor staan, zullen jullie de leuke spelletjes nog even moeten uitstellen. Oh ja? Ja, er is iets los hier, maar daar word jij buiten gehouden, hoor. In de keuken zit namelijk een man die net doet alsof hij een houtworm zoekt, maar dat doet hij niet. Hij is een agent. Een agent? Ja. Van een reisbureau? Geheim! Maar mij kun je het toch wel vertellen? Ik heb nog wat ontdekt. In de koos liggen! Dit zou wel eens een seksboerderij kunnen zijn. Het is politie. Politie? Politie verraad maakt dat je wegkomt zo snel mogelijk. Want morgen staat het allemaal in de Telegraaf. Vond je wel eens gelijk? Hey, chef! Dus heeft ze zeg, agent, luister eens even. Hè? Waar is die handtastelijke agent? Help! Help! Hoe willen we naar buiten? Oh, ik weet het niet meer, hoor. Iedereen rent van achter iedereen aan. Zeg. Er is iemand in de sloot gevallen, ik weet alleen niet wie. In de sloot? Ja, in de sloot. Ga je maar naar boven en dan neem ik de laad wel, hè? In de sloot. Nou, dit wordt mijn dood nog eens, hè? Nou ja, als ik het niet haal, het geld voor mijn begrafenis ligt onder je bed, ja. Balstra weer. De kast in, ja. Snel. Daar naartoe.
Wat deden jullie samen in die kast? Mon amour, toe nou. Ik wil weten waarom Willems de arm der wet ontloopt en jullie zo eigenaardig rondsluipen. Wij willen onze baby niet wakker maken. Wat is dat? De baby. Oh nee, nee, u hebt de gelijk in. Ja, dat ben ik. Ja, ik doe een heel speciaal soort spraakoefeningen. Luistert u maar. Knap, hè? Nog een keer. Goed, hè? Nog één keer van on... Oh, dat is zo mooi, hè? Nee, 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 het nee, lukt wel, lukt wel, lukt wel. Maar het is moeilijk, het is moeilijk, hoor. Het is, Hey! Er zit er eentje in de kast. Honden op je. Hé, hey, maar dat is die Russische kerel. Hier met jou. Rennen, Juri! Oh ja, hop. Hé, hey, Sinterklaas. Ja, meneer De Laat is een vrede gerust. Ja, en de heer Balstra, idem dito. Ja, maar wie heeft dat gedaan? Oh, jouw aanstaande schat. Als ze bij de KNVB dit van mij gezien hadden, hadden ze me tot voetballer van het jaar verklaard. Toch kan hij maar beter verdwijnen. Vooruit, Sabine, jij zijn rechter, ja, ik zijn linker. Wel voorzichtig. Oh. Niet gezellig, hoor. Nou, 1, 2, ja, dat lukt nooit. De grote truc dan. Grote truc Balstra. 8 uur, opstaan. De kwaai! Oh, hey! Wie is dat? Kan maar niet op zijn naam komen. Maar dat gezicht komt me bekend voor. Ik neem aan dat jij een plausibele verklaring hebt voor het feit dat een agent van politie uit mijn schoorsteen komt met een broek op zijn hielen. Nou, ik stond te biljarten en... Heeft dat soms iets te maken met die Poolse verloofde van mijn dochter die met zijn hoofd uit de schoorsteen steekt? Oh, die zit er boven helemaal vast. Zeg de kwaai. Hoe lang ben jij eigenlijk? Gewoon 1,80 meter, hoezo? Nee, nee. Dames, kom eventjes. Help een handje en kijk alsjeblieft uit waar je nou weer aantrekt. Dames, ja? Dat zit ons vandaag niet mee. Hoezo? Zijn bretellen hebben het vergeven. Oh jee. En zonder dat blijft zijn broek niet zitten. Zeg, draag jij bretellen? Nee, één van jullie. Wat ik zeg al. Ja, dat is. Ik heb er nog eens over nagedacht. Ja. Maar ik nok hiermee, hè. Nou. Ik ga in het klooster. Hier, het wordt ook steeds gekker. Zeg, Willems, draag jij bretels? Ja. Maak maar los. Oh nee, dus. Ze soms komen uittrekken. Graag. Ik dacht dat je daar langzamerhand wel overheen was. Ik ook maar al dat gerend. Al dat gerend, dat werkt als een verjongingskuur. Ja, die hebben nog toebehoord aan Karel de Grote. Zeg, Willems, is jouw ene been soms langer dan de ander? Ik had vandaag beter in bed kunnen blijven. Nou, het is toch erg lief van je, Willems. Bedankt, hoor. Ze passen niet. Nou, jongens, maar ze moeten passen. Zeg, waar moet dit nou aan? Aan die onderste knoopsgat. Nee, niet aan die. Oh, hier. En dan wordt het mijn beurt en dan wordt duwen, persen en douwen. Eén. Nee, maar jongens, één moment. Ja. Eén, twee. Ja. Ja. Ja, ik heb hem. Ja. Vraag
vragen we af of we met dit resultaat een tikkeltje tevreden mogen zijn. Zal ik jou eens wat vertellen? Als hij probeert te lopen, wurgt hij zichzelf. Kom op, laten we tegen die schat zeggen dat hij veilig naar beneden komt. Oh, ja. Engeltje! Jan Jurk! Kom eens hier down, please. Overturen! Ja, ik ben het gedeeltelijk wel met je eens, hè, maar kom toch maar beneden. Robert, ik heb zo'n bange vermoeden dat hij vast zit. Zal ik de haard aansteken? Hij komt bij. Waar is dat boek? In de kast. Commandant Kwai. Te laat, en nu? Hij heeft me dus herkend, dus van nu af aan moet ik net doen alsof ik het beste met hem voor heb. Laat het aan mij over, ik word steeds beter. Oproep van de wagens! Piep, poei, piep, piep, poei, piep. Wat is er gebeurd? Alles in orde, agent? Ik geloof het wel, mevrouw Snijders. Ik heb die Russische kerel gezien. Goed zo, schat. Ik bukte daar bij de haard. Ja, toen heeft hij mij. Ja, toen kwam Willems. Toen kwam Willems en die heeft u. Willems heeft u een trap gegeven. Trap. Willems? Ja. Zou die met die Rus samen heulen? Nou, dat zou best eens waar kunnen zijn. Ja, ze renden samen het huis uit. Ik kan dit maar het beste meteen aan mijn superieuren gaan melden. Oh. Ik zie dubbeld. Dat is eigenaardig. Ik heb nergens pijn. Jullie blijven alle drie hier, voor nader ondervraging. Alsjeblieft. Robert Jurgen! Die schat moet geholpen worden, maar hoe? Ja, of via het dak of via de schoorsteen. Bobby, luister, als jij nou hier beneden begint, hè, dan gaan Sabine en ik kijken wat we vanaf het dak kunnen doen. Luister, is het niet gevaarlijk? Wel, nee, lieverd, het is een plat dak. Kom op, Sabine. Oh, Bobby, nou wordt het spannend. Hallo! Tot ziens! Goedenavond, agent. Geen goedenavond, mevrouw. Ik ben tot het einde van de oprel aangekomen. En toen zakte mijn broek af. Jakkes. Iemand moet, toen ik bewusteloos was, mijn bretels hebben verwisseld. En volgens mij weten de commandant en mevrouw Snijders meer dan ze wensen los te laten. Zei u mevrouw Snijders? Inderdaad. En dat brengt me gelijk op de volgende twee vragen. Wie bent u en wat doet u hier? In de eerste plaats, agent, ben ik mevrouw Snijders. Mooi. Dan moet u toch eens eventjes goed naar me luisteren. Hoe de huwelijken hier in dit sekshuis in elkaar steken, zal me zo een zorg zijn. Ja, ik heb u daarnet wel bezig gezien, hoor. Maar als mijn superieuren straks mijn rapport doorlezen, denken die dat ik het heb overgeschreven uit de Panorama. Het spijt me, agent, maar ik begrijp u niet. Kijk, mijn vrouw is altijd in voor een geintje. Pardon. Maar ze zou zich doodschamen als ze hoorde hoe de commandant dat leuke vrouwtje van hem drie keer per dag verrot slaat na de maaltijd. Wat zegt u nou? Ja. Hier is de koffie. Wie bent u nou weer? Ik woon hier verderop met mijn vrouw. Dat is weer eens wat anders. Uw naam als mede uw beroep, alstublieft. Harry Moret. Ik ben de eigenaar van de ambassadeclub. De ambassadeclub? Ja, in de stad op de Grote Markt, weet u wel. Oh, juist. Dan zult u hier het vrouwvolk hebben geleverd. Vrouwvolk? Wel, nee, ik deed niet mee, hoor. Ik stond hier alleen maar even te kijken. Ben jij er zo eentje? Het is hier een soort piepshow. Oh, nee, meneer, ik weet zeker dat u het mis heeft. De ambassadeclub is een keurige club. Je kunt er heerlijk dineren. Je kunt er een dansje maken. En, nou ja, u weet wel. Ja, ik weet wel. Dans maar terug naar de keuken. Als u maar weet. De keuken. Nou ja. Ik weet niet wat u in mijn huis uitvoert.
uitvoerend agent. Maar ik meen begrepen te hebben dat u nog een mevrouw Snijders ontmoet heeft. Inderdaad. Blond, bloot van boven en beneden blauw met een bandje. Ja, het kan zijn dat ik het deksel van een beerput oplicht. Maar dat moet er maar gebeuren. Wat ik probeer, beste mevrouw, is een Russische overloper te ontmaskeren. En niet een of andere ontuchtige sleutelclub. Hallo. Oh, het is voor u. O jee. Wacht, meester Malstra. Ja, commissaris. Inderdaad, commissaris. Ja, natuurlijk, commissaris. Komt voor elkaar, commissaris. Dat was de commissaris. Mevrouw, ik moet helaas onmiddellijk gaan, want mevrouw Vogel verwacht een baby. Op dit moment. En ik dacht dat u een samenzwering moest ontmaskeren. Mevrouwtje, laten we de zaken wel in de juiste perspectieven blijven zien. Vindt u ook niet? De kwaai! Oh, hallo, grote meid van me. Gaat het al wat beter? Oh, een heel stuk, dankjewel. Heb jij die de kwaai ook gezien? Nee, maar misschien is die bij die lange blonde dame. Bloot van boven en beneden blauw met een bandje. Blond? Oh, je bedoelt Sabine. Oh, Sabine is het dus. Ja, om je de waarheid te zeggen, hoop ik dat ze weg is. Ja, dat hoop ik voor jou ook. Ja, ik krijg zo langzamerhand genoeg van haar. Ze sprong opeens zomaar bovenop mijn transistor. Nou! Nee, nee, mama, ik kan alles uitleggen als je maar wilt luisteren. Wie bent u, meneer? Ik ben Harry Moret. Huh? Ik ben hier even in verband met mevrouw Snijders. Bedoelt u soms de echte mevrouw Snijders? Jazeker. Bent u soms de man van de ambassade? Nou, reken maar. In feite leid ik de zaak. U bent de leider van deze zaak? Ja. Kijk, ik wilde namelijk proberen om mevrouw Snijders lid van de club te maken. Lid maken, hè? Ja. Jij rode onderkruiper. En wat heb je met de houtontwurmer gedaan? Met de wat? De houtontwurmer. Ach. In je bank. En nou ga jij de kast in. Ja. Nou ga jij een keertje de kast in. Nee, alsjeblieft. Nee, 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 nee. Kom maar dan, Snijders. Ik heb het ontdekt. Kom maar dan. Ah. Arme Boebie? Ja, je zou toch mogen verwachten dat hij slimmer is dan er zelf vast te komen zitten? Schat, kun je niet naar beneden komen? Nee, los te komen. Hij zal niet in de gaten. Voorzichtig. Oeh, het is een ploeg. Tja, 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 tja. Joeri. Joch. Boebie. Hier, mijn pak. Boebie, ben je in staat met operatie Lokvogel? Ik ben op het ogenblik tot alles in staat. Heb je mijn jo nog aan? Nou, misschien niet helemaal wit meer. Oh, maak je maar geen zorgen, hoor. Als die jongens van de ambassade je pakken, maken ze je niets. Oh, wat is dat toch heerlijk, hè? Zeg, hoe lang moet ik nou nog boven blijven? Nou, ga jij maar vast in bed, kom ik je zo instoppen. Ben zo klaar. Verrek, dat is de laatste. Maar hoe is hij uit die kast te komen dan? Geen idee. Vraag jullie, hup, weg de keuken in, hè? Ik neem de raad af. Oké. Okay. Ik ben zover. Ik kom eraan. Ah, commandant, het is goed dat ik u tref. U bent hier nog de enige die ik kan vertrouwen. Hè? Hoor ik het goed? U kunt mij vertrouwen? Nou, maar dan kan ik u ook vertrouwen. Daar is het bericht voor de minister. Maar moet wachten, commandant. Ik moet u wel wat vertellen. Nee, ik moet u wat vragen. Ah. Bent u van de goede kant? Ah, ik begrijp wel of ik... Nee. Natuurlijk van de goede kant. Dan kan ik het zeggen. Dan bereidt u voor op een schok. Mevrouw Snijders en de kinderjuf hebben defensiegeheimen verkocht aan de hout tot wermen. Oh, het is niet waar. Maar die man van de ambassade weet je pakken. Man van de Russische ambassade in die kast, hè? De man van de Russische ambassade is hier zomaar naar binnen komen wandelen. Hij is koud. En u hebt een... Oh, met u te laat.
Ik stel voor, commandant, dat u een oogje houdt op onze Russische vriend. Geef naar het politiebureau, want zonder arrestatiebevel begin je niet. Ja, uitstekend. En promotie zit er zeker voor u in, hoor. Trouwens, voor mij ook, maar voor u af aan ben ik een generaal. Op je plaats, de kust is veilig. En de man van de ambassade zit in de kast. Tot ziens, boobie, en succes. Dutch, wie dan, ja. Nee, niet wegging. Bij mir. Zien ze, bij mir. Verstehen ze? Bij mir? Bist du schön? Ich kein Seemann, hoor, kein Seemann. Nein, das ist nepp. Ich bin sehen Sie, Petrovchen. Wacht, ik zal het je laten zien, dat is veel makkelijker. Hè? Daar is Bini. Altijd zo snel, maar nou, jongen, neem me nou. Goeie. Voor geen goud. Zie spreken Hollandisch? Jawel. Maar waarom zie je mij dat niet zeggen? Zie meer niet vragen. Ja, ik jou mooi gevoegd hebben, hè? Want Petrovje is die mijlen ver weg. Ja, oh, ja? Mijlen. Ik had het niet voor mogelijk allemaal. Maar waarom vluchten jullie nou niet? Dat hebben we geprobeerd, maar die kerels van de ambassade hielden nog steeds de auto in de gaten. Kerels van de ambassade? Maar zie zien toch van die ambassade? Ik ben Harry Moret, ik ben de eigenaar van de ambassade club. Oh, wat een blunder, waar is Petrovje? Die wordt achtervolgd door bijna iedereen. Oh. Want, meneer de Laat, mijn vader, allemaal komen ze naar het huis toegerend. Hier toe, gevaar, jij moet weg, hup de kast in. Waarom? Die vragen doen alsjeblieft. Ik maak dat ik weg kom. Jij blijft hier. Nee. Ik ga liever dood in mijn eigen bed. Niet zo snel. Iedereen blijft waar die is. En ik zeg dat dit het hoofdkwartier is van een spionage. En ik zeg dat zij die Russische danser hier verstopt houden. Hij heeft mevrouw Zijvers onschadelijk gemaakt. Dat is knap, hè, commandant Zijvers. Dat is commandant de Kwaaiman. Wel, nee, dat is meneer Bus. Wie? Bus. Ik durf er een eet op te doen dat meneer Bus. Hier met jou. Hou tegen die Bus. Ach, het is allemaal een afschuwelijk misverstand, meisje. Dan kom het echt voor je, hè. Zeg nou alsjeblieft wie je bent. Schattenbout. Ja, dat is mevrouw Zijvers. Ja. Zie je wel? Ja. Mevrouw Snijders, zegt hij, hè? Ja, man, ik zou je kunnen vermoorden, nee, weet je dat? Lieve Johanna. Wat nou, lieve Johanna? Ik kan al een huis in deze wacht in mijn vrouw. Is die verleven dies? De rode hout omgaan. Is ben gevallen. Nou, het is nu. Garage. Nou, volgens mij is hij in de mest omgevallen. Ben jij dat, Balstra? Ah, nee, ik ben van de recherche. Recherche? Ja, van de Rotterdamse recherche. Hoi! Ik onderzoek de zaak van de hoge houtontwurmer en de vergadelijke tuinman. Begrijp je wel? Ik ben de liefde. Deze man in kwestie heeft overduidelijk subversieve activiteiten gebleven, begrijp je? Wat hij bedoelt mij? Ik weet niet wie hij bedoelt, maar kom jij maar eens mee, jongeman. Zo. Waar is die grappenmaker die mijn jasje gepikt heeft en mijn pet? Wij wilt u iets over heerlijks kouds drinken, agent? Van uw afleidingsmanoeuvres heb ik genoeg, mevrouw Snijders. Oh, begin nou niet weer opnieuw. De feiten moet u kennen. En mag ik vragen wie u bent, meneer? Ik ben commandant Snijders. U bent een bedrieger. Nu zal we onder één hoedje samenwerken met die houtontwurmer en dat kindermeisje hier. Dat kindermeisje is mijn dochter en die houtontwurmer is mijn aanstaande schoonzoon. Agent, arresteer die man. Nu even allemaal de monden dicht. Ik kan niet zwijgen. Dan weet je wat je boven je hoofd hangt. Ja. Waar is die grappenmaker nou die mijn jasje gepikt heeft? Jee, hè? Sebastian Bach, we gaan er van door. 10 seconden naar nu. Yes, hier hij komt. Jut! Wat is er, schat? Jut! Jij nu gaan. Alle, je crazy. Jij nu gaan.
Ich weg aus Holland. Jij naar Vlieland. Naar Moskou, naar bed. Naar Moskou? Alle hier crazy. Ja, maar hebben we al die moeite voor gedaan. Ze zit achter me aan. Ze zitten. Doe de deuren dicht. Oh nee, Bobby, dat is niet meer nodig. Ja, het is wel nodig hoor. Want ze zijn niet van de ambassade. Ze zijn van het Moskouse ballet. Doe dicht die deuren. Ja, maar Bobby, het is niet meer nodig. Ja, wel, het is wel nodig. Want ze hebben met me gesproken. En ze hebben me heel duidelijk verstaan te geven. Dat als ze mij te paard krijgen, dan zie ik vanavond in Moskou het Zwanenmeer. Zwanenmeer! Ja, nee. Thank you.